Welkom bij de Gamer Geeks podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo mede Gamer Geeks, wat leuk dat je luistert naar de Gamer Geeks podcast. De talkshow van Gamer Geeks, waarin ik en heel soms een aantal andere geeks er graag bijpraten over hetgeen wat speelt in en rondom de gamingindustrie. Dit is aflevering nummer 228 en dit is de grote Gamescom aflevering. Vorige week zaten ik en twee andere geeks in Keulen in Duitsland om daar Gamescom te beleven. De allergrootste videogamebeurs van het jaar. Dit jaar waren er 320.000 bezoekers, als ik de persberichten moet en mag geloven. Ongelooflijk groot is het. Het is een beurs waar we elk jaar naartoe gaan, als er geen pandemie is. En het is voor ons een groot feest wat betreft gaming. Het is heel veel rondlopen, het is heel veel games zien, het is heel veel games spelen. En dat is één groot genot. En we hebben zoveel gezien en gespeeld dat we dat ook niet in één aflevering van 2 uur kwijt kunnen. Maar we doen ons best in ieder geval, want in deze aflevering ga je horen wat we allemaal gezien en gespeeld hebben. Natuurlijk op de beurs. Maar we hebben het ook over Opening Night Live, de status van Gamescom. Hoe relevant is het nog? Kunnen ze nog relevanter worden? Kunnen zij de rol van de E3 overnemen, wat voorheen de meest prominente gamingbeurs was? Dat was dan in Los Angeles. Die gaat na alle waarschijnlijkheid nooit meer gebeuren. Dit jaar is die ook alweer gecanceld. En we hebben het over mooie verhalen van achter de schermen. We hebben zowaar een Gamer Geeks podcast met Juice. Maar je zou misschien ook kunnen denken, Jim, wat klinkt deze aflevering rustig qua omgevingsgeluid voor iets op Gamescom? Dat klopt. Het is namelijk zo dat als je onderweg, on the road, content gaat maken, is er altijd wel kans dat er iets fout gaat. En in dit geval is het zo dat de eerste paar minuten van de opname van deze podcast, ja, die klonken als maar dan heel hard en heel luid. Dus daar is iets fout gegaan. Ik weet ook niet wat. Want tijdens de opname van de show leek er helemaal niks aan de hand. Alles nam gewoon prima op. Dus geen idee wat daar aan de hand is. Maar dit soort dingen gebeuren nou eenmaal. Gelukkig is er niet heel veel verloren gegaan. Slechts de eerste aantal minuten van de show. En die kan ik op deze manier prima ook opvullen achteraf. Dus waar de podcast zich gaat oppakken, is dat ik in de Creator Lounge zit, op Gamescom. En ik zit daar met Vincent van den Broek, een co-host die je vaker hebt gehoord in deze show. Hij is voornamelijk filmmaker en regisseur en heeft daardoor een hele aparte blik op games. En voor het eerst in de Gamer Geeks podcast is er Rocky Schouten. Hij is een visual concept artist voor een aantal videogames. Hij is onder andere betrokken geweest bij de We Were Here-serie van Total Mayhem Games. Dat is een gaming studio in Rotterdam. Die doen echt fantastisch goed werk. Hij ook. Dus ook hij heeft een hele unieke blik op wat gaming allemaal inhoudt. En eigenlijk doet de audio het weer op het moment dat hij vertelt hoe hij in de gamingindustrie is gerold. Dus meteen heel erg interessant. Ik wens je bij deze heel veel luisterplezier. En laat ik het zo zeggen, er komen hele mooie interessante verhalen aan. Dus stay tuned. Hoe ben je erin gerold? Dat heb ik eigenlijk nog nooit aan jou gevraagd. Hoe ik erin gerold ben? Nou, dat is wel heel grappig, want ik heb zelf filmacademie gestudeerd. Dus mijn uitgangspunt was wel om voor in de filmindustrie te gaan werken. Maar uiteindelijk, ik gamede als kind best wel heel veel. Dus toch onbewust. We hebben toen het laatste jaar hebben we een workshop gehad van Sam. Dat is een animator van Guerrilla Games. Oh. En ik ben eigenlijk via hem een beetje de game-industrie ingerold toen bij Guerrilla Games. En daar heb ik toen 1,5 jaar gewerkt als cinematic artist en storyboard artist. Oh, wauw. En vanuit daar ben ik eigenlijk verder gaan. Hebben wij gewoon te maken met een Horizon developer? Een Horizon Zero Dawn developer, inderdaad. Wow. Oh, ik wil je handtekening op het hoesje hebben. Ik vraag me nou af, hebben we jou ook niet al een keer eerder gefilmd? Ja. Bij Gamer Geeks? En dat voor Horizon Zero Dawn. Op een verjaardagsfeestje bij Horizon. Ja. 6 jaar geleden. De tijd gaat 2015, hard. Ja. Nee, 17. Nee, 17, ja. Oh, 2017. Ja. Oh, de tijd gaat iets minder. Dat is heel grappig, want ik zag toen op, volgens mij was het Instagram, dat jij beneden op kantoor was. Ja, klopt. Dus ik dacht van, hey, laat ik eens even op polshoogte nemen. Maar heb je het gefilmd? Zit je ook in die video? Dat kan nee, niet nee, meer. Nee, 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 nee. We hebben gewoon even een beetje bijgepraat. Ja, dat was heel leuk om jou in actie te zien. Ik weet want we hebben elkaar al heel lang toen ook niet gezien. Dat, is dat klopt. Dat was toen een hele periode. Gelukkig is dat anders nu. Rocky is een verrijking van niet alleen mij, maar ook Jim's leven inmiddels. Dankjewel. Maar ik weet wel dat ik... ik zag jou toen aan die... Nee, zeker wel. Ik zag jou toen aan... Volgens mij was het een cutscene die redelijk early in het begin van de game was op dat moment. Ja.
Dus dat kan ik me nog heel vaag kan ik herinneren. Want jij was bezig dus met die cutscenes animeren of hoe je dat ook mag noemen. Ja. Je deed mijn job. Regisseren en knippen en camera. Klopt. Maar allemaal. Dus ik heb voornamelijk veel met motion capture gewerkt. En voornamelijk ook dus de regisseur, dat was dan Jonathan. Die heeft gewoon een bepaalde visie. Die vertaal ik dus eerst naar een storyboard en dan gaan we het opnemen in verschillende studio's. We hadden een outsourcing bedrijf in Duitsland, dat heette volgens mij Metric Minds. En we hadden ook een studio dus in Los Angeles. En dan wordt het materiaal geschoten. Dat krijgen wij dan binnen en dan moeten wij dus dat de beste takes uitpakken. Positioneren binnen in een scène. Camera composities plaatsen. En dan gaat dat door naar de animator. Die gaat het dan allemaal polishen. Ja, jeetje mina. Ja, nee, ik heb nu al het vermoeden dat er comments op deze aflevering komen van breng Rocky terug voor een... We willen hier alles over weten, zeg maar. Dat daar wordt vervolgd. Misschien ook een kleine disclaimer alvast. Oh, een disclaimer. Een kleine disclaimer. We gaan Rocky ergens halverwege de podcast gaan we even muten. Oh. Want Rocky is ook betrokken bij een van de videogames die wij hier op Gamescom waar wij het nog niet gespeeld. Over mogen hebben, Vincent. Ja, nee, dat klopt. Nee. Nou, maar ik heb nog niks gezegd. Ik hou je tegen. Maar we kunnen wel zeggen dat we... Rocky is betrokken geweest. Er wordt niks gedisclaimed hier. Nee. Maar Rocky is wel betrokken geweest bij een project waar we het eerder op GamerGeeks ook... waar jij en ik ook een band mee hebben. En dat is We Were Here Forever. Heb jij onder andere die fantastische box art gemaakt. Ja. Of cover art, hoe noem je het tegenwoordig? Ja, het key art is hem. Ja. Omdat het wordt voor banners gebruikt en inderdaad een box art, maar het is een digitale game. Dus ja, daarom zeg ik box art klinkt heel erg 1990 van mij, maar dat zou wel tof zijn. De reden dat wij deze podcast op dit moment maken, misschien hoor je het al dat er een beetje achtergrondgeluid is. Dit keer niet van een ventilator omdat het pokken heet is in mijn zolderkamertje. En als je de videoversie bekijkt, dan weet je allang dat we niet op mijn zolderkamertje zitten. Want wij zijn op Gamescom 2023. Het is vrijdag 25 augustus 2023. Het is de datum van Armored Core 6. Yes! De release-datum. Hij ligt klaar voor Rocky. Maar het is dus ook de derde dag voor ons, althans, van Gamescom. Eigenlijk de vierde dag als je een bepaalde opening night show meerekent waar we het zeker over gaan hebben. Maar wij zijn dus op Gamescom 2023. Dit is voor ons de laatste dag. Want het weekend van Gamescom heeft eigenlijk voor de pers weinig meerwaarde. En ook omdat, als we meteen heel eerlijk zijn en met de deur in huis mogen vallen, dat wij, of althans de zaterdag is een levende hel. Ja. Om door de grote hallen van de Cool Messen in Keulen, Duitsland rond te lopen. Ik heb het zelf niet meegemaakt. Het is mijn eerste Gamescom natuurlijk. Nee, maar je hebt wel de drukte enigszins meegemaakt. Dus vandaag zeg maar keer twee morgen. Ja. En je hebt gisteren, was al eigenlijk... Dat je keer denkt, twee vandaag. Jeetje mina, Het is de grootste gamebeurs van de wereld. Wij zijn eigenlijk wel, kan ik toch wel voor ons drieën zeggen, van mening. Of in ieder geval jij en ik, Vincent. Dat de beurs inmiddels te groot is voor zijn doen. Te groot is voor Keulen. Een beetje toch algemeen beurs experience. Hoe vonden wij deze editie van Gamescom? Een beetje algemeen voordat we naar de opening night live gaan. Waar we... juicy verhalen hebben. Ja. Waar we, en natuurlijk hebben we games gespeeld en gezien natuurlijk. Maar eerst de beurs in zijn algemeenheid. Zou jij zeg maar iemand die nu luistert aanraden, joh, boek nu maar alvast een ticket voor volgend jaar. Ik dacht misschien moeten we het even anders aanpakken. Misschien moeten we gewoon zonder dat ik al met wat zout ga strooien luisteren naar hoe Rocky dit heeft ervaren. Want dit is de allereerste keer voor hem dat hij dat op Gamescom was. Dat is waar. Wij komen hier al 10 jaar. Min dan de pandemiejaren dat het niet doorging. Maar ja. Ja, Rocky, eerste keer Gamescom. De eerste keer Gamescom. Ik wil wel graag van jullie weten van... Gaat die bouw weer teruggeven? Dit is een boemerang, joh. Een boemerang vraag. Even antwoord op de vraag van Jim. Raad je mensen aan om hierheen te komen? Lastig, want ik kan niet echt inschatten, zeker op de consumergebied, zijn wij niet heel lang geweest. Omdat wij natuurlijk boven voornamelijk aanwezig waren bij de pers. Dus voor de context. Ja. Als je naar Gamescom gaat als bezoeker, dan heb je toegang tot... er is al een breed scala aan hallen. Ja. Daar staan gigantische stands met games. Sommige speelbaar, sommige niet. Ja. Komen ongetwijfeld op terug. Een paar games die hier speelbaar hadden moeten zijn. Sommige, sommige zijn logisch dat ze niet speelbaar zijn. En daarnaast is er een cosplay area. Er zijn merchandise hallen. Er is echt van alles nog wat. Maar daarnaast zijn er dus een paar business hallen. Daar wordt
je raadt het nooit, business gedaan. Ja. Dus daar worden deeltjes gesloten. Daar mieten industriemensen met elkaar. En daar zijn dus ook slots voor de pers om daar eventueel aan de slag te gaan met games. Of ook presentaties te zien. Ik moet wel voor mezelf zeggen als developer. Dat ik voornamelijk, zeg maar, dat is dan zaal 3. Daar zijn dan voornamelijk ook indie developers aanwezig. Maar ook mensen die ook echt op zoek zijn naar potentiële werknemers of freelancers waar ze eventueel mee in zee willen. Om daar te gaan netwerken. Ja. Dus ik heb daar voornamelijk, denk ik, wel het meeste tijd in gestoken. Ik heb wel een aantal games gespeeld waarvan ik wel naar uitkijk. En ook goede ervaring mee heb gehad. Maar voor de rest is het voor mijzelf niet heel boeiend. Als ik heel eerlijk ben. Kijk, voor iedereen een andere ervaring. Want ik bedoel, dit hebben wij volgens mij in voorgaande edities van onze Gamescom coverage ook wel gemeld. Dat wij het toch wel bijzonder vinden dat mensen het geld waard vinden om hier naartoe te gaan. Vervolgens 2, 3, 4 in de rij te staan voor de grote games. Dan dat een kwartiertje tot 20 minuten te kunnen spelen. En dan kijken, goh, waar ga ik nu in de rij voor staan? En door de drukte heen lopen. Maar dan schets ik het ook wel heel negatief. Maar ja, dat is voor sommigen wel een dag Gamescom. Ja, dat is het dus. Hè. Ik probeer er een beetje dan naar te kijken. Laat ik allereerst beginnen. Er loopt hier van alles wat. Ja. En het is al 10 jaar dat hier van alles wat loopt. Dus mensen vinden dit leuk. Ik kan me alleen niet voorstellen, als ik naar mezelf kijk, dat ik het leuk zou vinden om dus eerst, hè, bonusaflevering, gaan terugluisteren na deze podcast op GamerGeeks. Als je online staat, ja, ik ga er even vanuit dat we deze aflevering eerst online zetten voordat we... Dan komt er nog wat, dan is er nog wat in petto. Ja. Maar kort opsommend, 4 uur of 3,5 uur in de file, dan sta je, dat vertaal ik voor ons, hè, maar dan vertaal ik het als bezoeker, want die staan ook in de file, 3,5 uur in de file, dan 1,5 uur. Misschien 1 uur in de rij voordat je de venue op kan. Ja, want dan moet gecontroleerd worden, tickets gescand. Ja, dan ga je 1 tot 4 uur wachten voor je videogame. Ligt eraan op welke dag je gaat. Ja. En dan sta je ook nog te wachten totdat je broodje hotdog of je drinken klaar staat. En, ook afhankelijk welke game natuurlijk. Moeten we ook even voorop stellen. Want zijn een aantal die zijn heel erg in trek. Ja, en het is natuurlijk, wat we al zeggen, er is hier van alles en nog wat te doen. Voor iedereen is hier wel wat te doen. Ja. Maar uiteindelijk zou ik dan denk ik toch af gaan wijken naar die indie games of die oude retro games. Dingen waar ik misschien dan even net iets makkelijker bij zou kunnen komen om een dag mee te vullen. Maar ik ga niet hier uren in de rij staan om een presentatie van bijvoorbeeld Starfield te gaan zitten kijken. Nee. Ik denk ook wel wat een voordeel is van die kleine developers is dat je ook nog je feedback kan geven. Want vaak bij grote stands zoals Sega of een Bandai Namco is, je krijgt een presentatie, je test de game en dan kan je een beetje interviewen van wat verder zeg maar de visie achter de game is. Maar het zijn juist die kleinere developers die juist luisteren naar feedback van wat vind je ervan en wat... Het is hulpvolle informatie voor hen. Ja, en toch is het ook wel zo dat soms voor de grotere titels er ook nog wel developers zijn, hoor. Maar dat is inderdaad niet altijd het geval. Ik kan me niet voorstellen, Todd Howard was in de building. Ja. Maar zeker niet op die stand om na de presentatie te vragen wat vond je ervan. Ja. Want we hebben zoveel juice, jongens. Dit wordt een soort RTL Boulevard aflevering van de Gaming Geeks podcast. Oh, wat ben je toch aan het plagen. Maar bij Stalker bijvoorbeeld stonden wel oprecht developers. Sommigen natuurlijk ook gewoon van het marketingteam, maar goed, die werken daar wel. En ik heb een keer de ervaring gehad, een hele leuke ervaring, dat ik een keer bij Xbox stond. Dit was ook al lang geleden. Titanfall 2 stond toen op de Xbox stand, die was toen nog niet uit. Gespeeld, ik vond het helemaal te gek. En iemand vroeg dus inderdaad, wat vond je ervan? Ik zei, ik vond het echt helemaal te gek, joh. Echt heel tof. En ik dacht gewoon dat ik met een marketing Xbox dude aan het praten was. Die zegt, ik ben lead animator. Dus ik, wow, wat? Dan krijg je ineens die leuke verrassing. En ik heb een keer gehad, Skull and Bones, dat een developer echt vroeg, wat vind je er nou van? Waarschijnlijk ook soort van weten dat ik een perskaartje om mijn nek had hangen. Maar ja, alsnog. Nou, ik heb toch de indruk dat er toch meer betrokkenen erbij zijn dan je in eerste instantie zou denken. Okay. Nou, ligt er ook weer aan welke game natuurlijk. Tuurlijk. Ik kan me natuurlijk ook heel goed voorstellen dat zeker bijvoorbeeld een Sonic. Ik ga daar even van. Wordt dat in Japan gemaakt trouwens? Sonic Superstars? Weet ik niet eens. Maar Yakuza of Like a Dragon, sorry Zeka. Ja. Die wordt wel in Japan gemaakt. Ja, ja.
De Japanners hebben er natuurlijk heel weinig aan om hier... Om daar over te hebben, Yakuza, die heb ik dus getest. Ja. Like maar, a Dragon. Ja, Like a Dragon. Maar wat mij wel heel erg opviel bij die is, zeg maar, je gaat de knock in en je gaat gewoon de game spelen. Ja, maar jij zat dan in dit geval op een persafspraak, hè, toch? Ja, op de persafspraak. Ja, dus dat is dan niet geldend voor... Voor de reguliere bezoeker. Ik heb de indruk, en dat krijg ik van meerdere kanten krijg ik dat te horen. Ik heb de indruk dat Gamescom op dit moment, en dat is, laten we het eventjes in jaren gaan kijken. Voor het hoeveelste jaar bestaat Gamescom eigenlijk, weten we dat? Volgens mij begon het in 2009, wil ik... Okay. Wacht, ik ga het meteen googlen. Okay. Maar ga door met je verhaal. Dus ik heb de indruk dat Gamescom op dit moment, we zeggen het al, het groeit uit zijn jasje. Maar ik heb de indruk dat het ook last heeft van een identiteitscrisis. En het weet niet precies waar het nou op wil focussen. Ja, 2009 was de eerste editie. 2009. Ja. Kijk, er wordt hier volop gemarket. Een van de dingen, en daar stoorde ik me aan. Niet aan het feit dat, dit is compleet terecht, Gamescom bestaat nog na de pandemie. Daar zijn ze trots op. Ja, zeker, ja. En dan zeggen ze daarna, Gamescom is bigger than ever. En deels klopt dat, want ik denk dat de bezoekersaantallen dit jaar groter zijn dan vorig jaar. Echt niet normaal, Ik weet niet of dit de top is. Ik weet niet of dit net zo groot is als 2019, maar dat weten we waarschijnlijk over 2-3 weken. Als daadwerkelijk de bezoekerscijfers waarschijnlijk komt er komen. Na zondag al een persbericht met kijk eens hoeveel. Ja. Maar het is wel aan het uithollen. Vandaag sprak ik een developer. En die had het daadwerkelijk over dat, vanuit zijn perspectief, hij zegt het is nu aan het shrinken. Hij zegt een groot gedeelte. Hij zegt Gamescom hier achter de schermen, we hebben het niet meer nodig. Pandemie heeft bewezen dat wij games kunnen verkopen en dat we geen beurs nodig hebben als Gamescom. Eigenlijk niet. Nee. Om hier te zijn. Dus waarom zouden we hier geld in willen steken als wij toch die games al wel gaan verkopen? Ja. Ik denk dat die gedachte... dat het een verkeerde gedachte is op de lange termijn. Maar goed, korte termijn strategie, kan me dat voorstellen. Verder constateert hij, zegt nou, er is nu al, wordt al aangegeven dat volgend jaar nog meer publishers niet aanwezig gaan zijn op Gamescom. Oh, dit is een scoop. Scoop? Namen, rugnummers. Maar hebben het dus over het geluiden, zeg maar, van op de... De geluiden van op de vloer, ja. Op de vloer. Ja. Mensen die daarbij betrokken zijn. Zijn frustratie zat hem, zeg maar, bijvoorbeeld in, weet je, er komen meerdere markten komen nu op Gamescom. Je hebt natuurlijk, verschillende landen zijn hier aanwezig. En het viel hem op dat, Aziatische landen vooral bezig waren met business met andere Aziatische landen. Hij zegt, maar dit is nogmaals, dit is de perspectief van één developer. Ja, hè? Precies. Dus dit is niet mijn niet jouw, perspectief. Ja. Mijn perspectief dit ook is niet zijn, het brede perspectief per ook se. Ook niet het brede perspectief, maar dit is een visie. En waarom highlight ik die visie? Omdat dit een gevoelskwestie is, zeg maar. Die dus, wij ervaren hier iets op die beurs. En achter die schermen zijn dus mensen die ook vanuit andere perspectieven ook dat ervaren. Hè? Maar hij zegt, dus de business, het mengelen, het praten met elkaar... Hij zegt, dat gebeurt nu ook niet meer. Hij zegt, we hebben nu DEFCON, hebben we. Dus ja, waarom... dat is dus een dag voordat de opening night live begint, is er dus DEFCON inderdaad. Dat is een soort van, in Amerika heb je de Game Developers Conference. En ik denk dat dit dan de bedoeling is voor... Developers. Voor de Europese markt, zeg maar. Ja. Dus eigenlijk, Rocky, had je nog een dag eerder hier moeten zijn. Inderdaad. Sorry daarvoor, we willen je gewoon heel graag mee. Ik was ook echt sinds gisteren zag ik dus in een van die handboekjes, inderdaad. Dus dat er ook een DEFCON was, dus ik was best wel verbaasd. Oftewel, volgend jaar, dan gaan wij in de stad van Keulen chillen. Dan ga jij naar DEFCON. Of Rocky neemt ons mee naar binnen. Dat zou ook leuk zijn, Gewoon alvast een microfoon zonder dat eigenlijk de bedoeling is, maar, om iedereen zijn snuffert. Waar ben je mee bezig? Maar hij geeft daarmee aan, het is dus een hij, hij geeft daarmee aan... Oké, we komen wel dichterbij de identiteit. Ja, precies, nee. Hij geeft daarmee aan dat, dat ook dus dit, de business hall, voor het voeren van business, ook niet... meer nodig is op Gamescom. Ja, ik moet dan ook zeggen, als we dan toch zeg maar daar die kant op gaan. Ik moet zeggen dat ik het aantal hands-on plekken, zeg maar, een aantal hands-on titels waarvan je denkt, holy shit, dit moet ik echt nu uitproberen, want er is no other way. Ja. Dat was echt wel heel karig dit jaar. Ja, want het was niet nodig, want er was geen E3, het was niet nodig om het te ontwikkelen. Nee, dat kregen we ook te horen van, wie kregen we dan nou eigenlijk te horen?
Ik kreeg in ieder geval ook van een developer te horen. Een representative van een publisher kreeg dit te horen. Ja. Kreeg ik te horen van, kijk, we hebben hier niks qua hands-on. Want er was geen E3. Dus dat is hoe de mindset van de industrie is. Van E3, daar hebben we demo. Daar maakten we altijd demo's voor. Dat bestaat niet meer. Ik denk ook niet meer dat het terugkomt. Het is nou al zo vaak gecanceld. En ook buiten de pandemie gecanceld. Partijen willen gewoon niet meer in E3 investeren. Nee. Aan Jeff Keighley wel. We komen zo terug op Jeff Keighley. Opening Night Live. En dat is voor merendeel een digitaal event. Het is ook een bijeenkomst inmiddels, weet ik. Ik weet dat er vanuit influencers, YouTubers die ik volg, voornamelijk YouTubers, weet ik dat rond Summer Game Fest, wat Jeff Keighley dus ook organiseert, dat daar dus ook publishers zijn die dan showcases hebben en zo. Is natuurlijk bij lange na niet zo groot als E3. Dus zo is de mindset. Hey, E3 was er altijd, daar maakten we demo's voor. En heel veel demo's, hebben we in het verleden ook meegemaakt, waren inderdaad gewoon op Gamescom, waren de E3 demo's. Vond ik nooit erg. Ja. Zeker niet voor titels die dan pas volgend jaar of het jaar erop verschijnen. Want wij krijgen het dan ook een keer. Precies, dat we het is niet altijd. Het is niet altijd. Niet iedereen is in staat om naar Los Angeles, te vliegen. Ja. Dus ja. Ja. Dus dat is iets wat opvallend is. Ja. Dat het huis aan het kraken is op heel veel verschillende vlakken. Ja, want de infrastructuur is ook aan het kraken, maar daar hebben we dus een bonusaflevering voor. Wat mij ook het meest opvallend vooral is inderdaad, is zeg maar de twee grootste adverteerders. Dus dan hebben we het voornamelijk over Starfield en Cyberpunk. Zijn beide dus niet speelbaar op deze beurs. Nee, want in de stad Keulen hangen natuurlijk heel veel banners, want dit is natuurlijk het moment om hier lokaal te gaan adverteren voor videogames, als je weet dat honderdduizenden gamers hier naartoe komen. Inderdaad, Cyberpunk, geen stand, geen CD Projekt Red, ook niet op de Business Hall. Nee. Ik wilde nog een Jackie, mag niet. Spider-Man ook gewoon overal, maar PlayStation is hier in geen enkele vorm aanwezig, ook niet in de Business Hall. Nee. Dus dat is toch stof tot nadenken. Het is natuurlijk trouwens ook heel slim van Sony, hè, dat ze gaan adverteren na Starfield overal hier in Keulen. Sterker nog, ik heb ook nog iets anders gehoord. Was begin deze week. Juice. Ja, Juice. Ja, normaal maar nooit dit soort verhalen. Hè, ik had mijn boulevardtunetje mee moeten nemen. Ja. Joh. Maar een van de verhalen is ook Gamescom has been claimed. This year? Ja, dit jaar, maar meer in het algemeen zeg maar dat de visie is van oké, jongens. Gamescom is Microsoft. Microsoft is Gamescom. De vlag is geplant. Xbox heeft inderdaad wel vaak. Dus ook dat is een filosofie die speelt. En laat één voordeel en, dus dat Xbox Activision Blizzard mag gaan overnemen. Mm-hmm. Dan komt Call of Duty gewoon weer een keer terug naar Gamescom. Zal wat zijn. En laten we ook de andere kant van het verhaal zeggen. We willen dat dit slaagt. Ja, zeker. We willen dat we hier over 10 jaar nog zitten. Ja, want zeker. Het is gewoon een geweldige gelegenheid. Ja, het is voor ons natuurlijk de uitgelezen kans en voor heel veel Europese media de uitgelezen kans om nader tot elkaar te komen. Precies. En daar waar het mogelijk is videogames coveren. Maar dat de optiek toch is dat, weet je, dat de manier waarop het, hoe het nu gaat, dat het irrelevant is voor de uitgevers. Ja, ik zag ook Industry Insiders op X, Twitter, van tevoren best wel zuur doen over god, dan moet ik naar Games van dat klote evenement. Die gedachte herken ik dus niet. Want ik ga hier echt heel graag naartoe. Ja, nee, ik ook nog steeds hoor. Maar ook omdat ik Keulen een leuke stad vind. En ongeacht dat voor mij zeg maar de hands-on van wat ik heb gespeeld best wel minimaal is, vind ik de sfeer. En het wat het precies. Dus verder te maar zien er zijn is. Ook gewoon Nederlandse outlets geweest die hier maar één dag blijven. Ja. Als in één Gamescom persdag. En daarna gewoon zeggen, dat was het voor ons. Er is voor de rest gewoon niks interessants. Maar niet alleen outlets. Er zijn ook publishers en developers die na dag 2 al een tokootje laten staan met het televisietje aan. En Todd Howard was er ook maar één dag. Sterker nog, die business hall, die is nu al aan het afbouwen. Ja, nee, drie dagen business hall en dat is het. En, maar dat is wel eens anders geweest. Is dat zo? Dat langer duurt. Dat je zeker tot 6 uur... Je bedoelt qua tijdstip. Qua tijdstip. Ja, het is nu 6:15 s'avonds dat we dit opnemen. Ja. Maar dat dit soort best wel wat dingetjes zijn. Ik snap op zich ook wel zeg maar, dat niet iedereen dat beursleven nog gewend is. Opnieuw.
Hè, dat zijn voor sommige mensen, zal dit ook weer na COVID alsnog hun eerste evenement zijn. Ook al klinkt dat heel... Als je inderdaad tijdens een pandemie wil op dit soort dingen niet gebeuren, je games kan verkopen. En dan, hey, wil je een steentje op Gamescom met een tafeltje en twee banners en misschien één computertje en een internetverbinding? Ja. Dat wordt dan $2,000. Maar... Ja, nou ja, ja, de reden klinkt overdreven, maar volgens mij is het peperduur wat hier gebeurt. Het is echt... maar de reden dat men hier dus, hè, dus ik doe daar een beroep op iedere developer en uitgever die maar mee mag luisteren. Maar je bent hier ook gewoon voor je fans. Ja. Ja. Net als dat de creators Zeker. En de YouTubers hier ook voor hun fans zijn. Ja. En kijk... En die moet je supporten. En die moet je ook gewoon af en toe eens iets van een gift of een cadeau geven. In de vorm van of een presentatie. Of een hands-on editie. Ja, dat is maar, dan de gift die je krijgt. Maar blijf ze kietelen. Want het is een contradictie die gaande is. De bezoekersaantallen die stijgen. Maar de interesse maar vanuit de industrie die gaat naar beneden. Van de industrie die gaat naar beneden. Dus de vraag is er. Het aanbod is er nu niet. Ik zou vooral Gamescom willen aanmoedigen om vooral te zeggen... hey, yo, E3 is er niet meer. Maak nou in godsnaam voor Gamescom de demo's die je voorheen maakte voor E3. De timing is inderdaad wel wat anders qua kalenderjaar. Maar ja, dit is een gouden kans om weet ik hoeveel mensen te overtuigen dat ze... Ik zou voornamelijk als developer zou ik gewoon voor een jaar, een boekjaar, een demo gewoon... Maken. Tuurlijk, waarom niet? Ja, ja. Tuurlijk. En die dan gewoon hergebruiken niet? Voor iedere beurs die er eventueel is. Maar dan zou je dus kunnen zeggen, joh, augustus is dan de datum dat zo'n demo af moet zijn als developer zijnde. Want dan is Gamescom. Ook al gaat dit niet gebeuren. Dit gaat alsnog niet gebeuren. Kijk, een maand daarna is Tokyo Game Show. Tokyo Game Show. Dus op basis daarvan... daarover zijn gespreid natuurlijk ook nog gaming events. In Amerika heb je PAX en je hebt Comic-Con, je hebt Gameforce in België en Nederland. Alleen wat het is, denk ik, en dat is het, de motivatie vanuit de kant van de publishers en die developers, die is er niet. En dat maakt dan niet uit of je dan in augustus iets klaar hebt voor de Tokyo Game Show of wat dan ook, ik ben het ermee eens. Ga er gewoon mee door. Blijf het bouwen. Blijf het supporten. Ook al denk je van, nou, misschien... Maar daar is iets gaande. Daar is iets ingekropen. En ik kan nog niet helemaal plaatsen. Maar ik ben dus wel bang voor het voortbestaan van dit evenement. Ik ben daar bang voor. Niet volgend jaar. Niet het jaar erop. Ja, nee. Maar als we gaan kijken naar 4 jaar vanaf nu... Nou ja, het zou natuurlijk... Volgend jaar wordt denk ik een heel belangrijk jaar. Dat wordt een heel belangrijk jaar, ja. Want wij voelen het ook. Wij voelen dat er is iets gaande hier. We zitten al 27 minuten lang... te praten, we hebben geen enkele videogame hebben genoemd. We proberen te analyseren van, oké, wat is hier nu precies gaande? En dat is, je moet dus niet meer gaan roepen van, it's bigger than ever. Nee, het is echt een aan... Nou ja, er luistert toch niemand uit Duitsland mee, maar... Het is echt aan de mensen van Gamescom en de Coolmessen om te gaan achterhalen van oké, wat gebeurt hier nou precies? En hoe kan je dat tijdig keren? Laten we het over videogames gaan hebben. Ja. Gamescom begon, inmiddels traditiegetrouw, althans voor de laatste 4 jaar als we de pandemiejaren meetellen. Hoewel er was dan geen nou ja, Jeff Keighley heeft volgens mij toen ook wel nog een digitale... Ja, klopt. Want er zijn digitale edities geweest van Gamescom. Ja, dat is natuurlijk een beetje onzin, maar hey, ze deden in ieder geval iets en dat was fijn. Jeff Keighley, bekend van inmiddels The Game Awards en van de Summer Game Fest... heeft sinds een aantal jaar Gamescom Opening Night Live. Dat is natuurlijk ook een poging van Gamescom om wederom relevanter te zijn... en dat mensen gaan kijken en dat alle ogen van de industrie gericht zijn hierop... En dus was er dit keer ook een Opening Night Live. Laten we het eerst even hebben over hoe we daar zijn binnengekomen, jongens. Want daar zijn dan tickets voor beschikbaar. Ik wil dan geen enorme aarsgier zijn, maar ik weiger €30 te betalen om naar Opening Night Live te gaan. Ja. Persaanvragen die werden bij mij althans niet beantwoord. Ik weet het, GamerGeeks is een klein... Establishment, de supportershow, mensen. Abonneer. Establishment, ik hou wel. I like that. Ja, hallo, we bestaan al meer dan 10 jaar. Ja, ik vind het een mooie. We zijn een klein established groepje. Dus supportershow, mensen. Maak ons groter. Klinkt ook meteen heel smerig. Ja. Maar abonneer op de podcast via je favoriete podcastdienst. Of abonneer via youtube.com/gaminggeeksnl. Dit promo-riedeltje had ik nog niet gedaan, namelijk.
plot twist, een half uur in. Maar hoe zijn wij uiteindelijk Opening Night Live eigenlijk binnengekomen? De zaal waar deze conferentie gehouden werd, Vincent. Ja, weet je, volgens mij, we stonden ergens geparkeerd. En toen liepen we volgens mij ergens... Ja, we dachten, misschien kunnen we nog ergens een kaartje kopen. Ja, en toen was ik in één keer... En toen liep ik door een hal heen. En daar waren allemaal mensen die dingen aan het opbouwen waren. Ja. En toen liepen we volgens mij ergens om een hoekje heen. En toen kwamen we bij de keuken. En toen liepen we door een keuken liepen we heen. Toen zaten we allemaal zwarte gordijnen. En toen dachten we, hè? Maar we hoorden ook muziek, we hoorden ook herrie. Ja, toen dachten we, nou, misschien zijn we er. Allemaal kleine deurtjes en kamertjes. En, A, B, C. Ja. Je keek zo een van, nee, dat zal toch niet. Hè? Nee, dan gewoon doorlopen. We hoorden ergens stiekem in het hoekje nog veel Spencer. Hoorde jij een Xbox hoofd? En toen liepen we langs een zwart gordijn. En toen... hier is het. Waar hebben we dan eigenlijk net gelopen? Ja, nou ja. Backstage wij, op een of andere gewoon, hele bijzondere manier. Wij zijn gewoon backstage binnengedrongen. Wij raden helemaal niemand aan om dit te doen. Zodat wij het volgend jaar weer kunnen doen. Nee. Oké, we hadden dit nog nooit moeten zeggen. Maar, ik kan in ieder geval zeggen... We moeten gewoon met een groep volgend jaar daar gaan verzamelen met van die cateringkleding. Dan kom je vanzelf binnen. Er is één ding wat ik kan zeggen. Dit was niet intentioneel. Nee. Want wij wilden gewoon kijken of wij... Wij wilden gewoon via de voorkant. We wilden gaan praten met de persmensen. We hebben wat namen. Dus we dachten van, nou weet je, we hebben vorig jaar stoelen gezien. Dus wij wilden eigenlijk op onze knietjes wilden we aan de voordeur gaan. Ja. Bedelen, ja. Maar door gewoon een aantal structurele, strategische fouten... Heeft het wel in ons voordeel geweest? Heeft het enorm. Nou, maar het is ook gewoon zo. Wij gingen gewoon ergens parkeren waarvan wij dachten, nou, dit is een prima plekje dit. Hoe? En vervolgens kwamen we in lege hallen. Overal vragen we, ja, waar moeten we heen? Ja, je moet die ingang. Daarheen. Maar dat we daadwerkelijk via de achterdeur, backstage. Unnoticed. Gewoon, nee, niet unnoticed. De deuren werden voor ons opengehouden. Ja, dat is waar. Maar dat komt omdat ik met een camera liep. Dus jij liep dan met je... En jij hebt ook wel een presence. Ik heb wel een mag presence. Mag toch ook gezegd worden? Geen onzekere presence. Dat is zeg maar de sleutel bij dit soort dingen. Je moet gewoon doorlopen. Ik ga dat niet ineens... Alsof het er allemaal bij hoort. Ja, precies. Nee, dat is natuurlijk voor de gamer geek. Voor de mensen die nu aan het kijken zijn en mij kennen. Die denken ook... Die gast die heeft in één keer een baard gegroeid sinds een jaar geleden. Volgens mij had je ook al een baardje in de 200ste toch al? Niet zo heftig als deze natuurlijk. Nee. Jim. Het is al zo lang geleden dat je in de podcast zat. Als Jim zegt 200, dan 28 afleveringen terug. Ja, dat is best wel heftig. Ja. Oké, laten we dat niet meer zeggen. Maar achterdeur dus, de deur werd voor me open. De deur werd letterlijk voor me opengehouden. Het was Mr. Vandenbroek, please come in. En toen liepen here's we... Mr. Scouten, here's en toen zaten we, Mr. Forward. Toen zaten we in de zaal. Ik heb altijd tegen jullie gezegd, hè, want Jim die was nog van... Ja, we gaan op de hotelkamer kijken. Ik zeg, nou Jim, dan blijf je lekker op de hotelkamer kijken. Ik ga in die zaal zitten. Ja, Vincent, Ik zeg, ja, je kan hier zitten of je gaat met me mee. Ja, je weet heus wel dat ik met je meega, hè, Vincent. Ik heb altijd gezegd, we zitten in die zaal. Ik heb het altijd gezegd. En... Ik heb altijd gezegd, we gaan op tijd komen. Dat zeg ik ieder jaar weer. Ja. Nou, en we liepen door het gordijntje heen. We liepen door het gordijntje heen en de show ging starten. Ja. Ja. Voordat we naar de inhoud van Opening Night Live gaan, laten we willen we dat bewaren? Dat we er zo meteen over hebben. Over wat, hè? Onze nog meer avonturen backstage. Nee, laten we meteen doorgaan ermee. Met onze avonturen backstage. Oh, nee, doe maar eerst de gamepjes. Oh, eerst... Ja. met zijn sarcastische vingertje ook naar mijn telefoon wijzend. Opening Night Live. Nou, de presentatie werd geopend met Starfield. Onze grote nieuwe vriend. Nou ja, grote nieuwe vriend, hè. Todd Howard kwam het podium op om de game nog even te laten zien. De game komt op 1 september uit voor Xbox Series en PC. Voor de Early Access. 6 september komt die voor de non-Early Access. Correctie, eigenlijk 1 september. Dat zei ik toch, 1 september. Voor de Early Access. Ja. En dan de 6 september voor de non-Early Access. Wij hebben ook een presentatie gezien van deze game. Er was een presentatie theater op de beursvloer. De game was niet speelbaar. Eigenlijk is dit een soort van bijna laatste graadmeter. Wat vinden we van Starfield? Wat wij trouwens te zien kregen in die presentatie. Eigenlijk iedereen die hier op de beursvloer was en
Dat was eigenlijk het begin van de game. Werd een beetje uitgelegd. Van, hey, zo begint je avontuur. Je gaat een mijnschacht in. Daar moet je iets vandaan halen. En dat schijnt dan een of ander object te zijn. Waardoor jij Nokkie gaat. En volgens is het, jij moet nu in contact komen met de Constellation. Want dit artefact, daar is iets mee. En zo begint jouw avontuur door het universum van Starfield. Kan je ook je character aanmaken en dat soort dingen. Ja, ik heb, weet je wat mijn grote ding is hiermee? Ik heb ik krijg heel veel twijfels van bij Starfield. Uh-huh. Ik vind het heel bijzonder. Wat Jim al zegt. Nee, kijk, weet je, je krijgt soms gewoon achter de gesloten deuren krijg je andere dingen te zien. Onder embargo of wat of ook. Ja, of je mag het er gewoon over hebben, maar. Ja. Maar en de presentatie die wij kregen was hetzelfde. En ik heb allebei de presentaties bijgewoond. Voor een gedeelte op de beursvloer dan. Want ik wilde gewoon kijken van oké, wat wordt hier nu verteld? Wat krijgen we hier te zien? En het begint eigenlijk al met maak geen foto's. Maak geen videoopnames. En dat, ik word daar een beetje achterdochtig van. Waarom mag je geen foto's of videoopnames maken van iets wat volgende week komt het uit. Voor de mensen en waarvan die we betalen. Ook weten dat de grote outlets, de belangrijke gaming media, heeft al reviewcodes. Dus er zijn reviewcodes zijn er om omloop. Ja. Je mag geen videoopnames maken, geen fotoopnames maken. Er is geen hands-on edition voor iets wat volgende week speelbaar is. Je hoeft er niks speciaals voor te doen. Je kan er gewoon een timer op zetten voordat het aangaat. Ik word daar achterdochtig van. Ik heb een aantal reviews gelezen van mensen die er iets over hebben geschreven. En dan moet ik me even aannemen dat het allemaal. Mensen zijn er toch zijn enthousiast erover. Ja, want ook op Gamescom. Nou ja, Todd Howard was dus aanwezig. Heeft natuurlijk in interviews nog meer details gegeven over de game. Allemaal vooraf uitgestippeld welke detail wanneer. Maar New Game Plus is nu bijvoorbeeld aangekondigd. Er is geen level cap, dus je kan oneindig blijven levelen en je skills blijven upgraden. Iets wat voor de mensen die Fallout hebben gespeeld, denk ik toch wel. Want dat was, je bent nu level 50. Geen perks meer. Einde. Ik vind het invliegen van Todd Howard vind ik dus ook een beetje wanhopig. Nee, dat vind ik dan weer net niet. Ik vind dat als je de game groots gaat marketen, dat Todd Howard erbij moet zijn. Vanuit marketingperspectief ben ik het met je eens. Oké, laat ik het anders zeggen. Dit is nog niet eerder voorgekomen. Nee, maar Dat ze dit soort wapens op Gamescom inzetten. Maar volgens mij was Phil Spencer, de head of Xbox, die zie je ook normaal niet op Gamescom. En nu ook voor het eerst. Ja, dus er is daar ook iets gaande. Nou ja, ze hadden wel. Xbox had by far de grootste aanwezigheid ook. Ja. Als het gaat om grootte van de stand. Ja, zeker. De hoeveelheid titels. Niet alles was dan even boeiend, naar mijn mening. Kijk, Forza Motorsport was hier. Nou, we zitten hier met drie mensen die niks met simulatie racing hebben. Dus daar ga je al. Dan is het cool dat er zo'n grote, deftige, toffe auto staat waar je een foto mee kan maken. Ja, I don't care. En dat bedoel ik niet. Nee, lullig tegenover degene die het wel caren, maar dus niet voor aan ons besteed. Ja, maar jij hebt, maar even los van dat marketing-wise een beetje. Ik kan het niet plaatsen. Kijk, weet je, tuurlijk, en ik mag dat niet zeggen, maar ik ga het wel zeggen, want ik ben Vincent. Ik heb die No Man's Sky vibe, heb ik op een of andere manier. En ik ben ook niet geïnteresseerd. Ik ben geen meetgraad voor heel videogamend Nederland of de wereld. Ik ben niet die thermometer. Maar ik probeer gewoon te signaleren. Dan denk ik, wat moet ik hier nou eigenlijk van gaan vinden? Als ik zoiets wil gaan spelen, dan heb ik al iets wat Destiny heet. Wat ik erop vind lijken. Ik heb een No Man's Sky. En dan denk ik, ik kan het nog niet helemaal plaatsen. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Ik heb er niet zozeer behoefte aan, alleen maar omdat het zo groot naar me toe geschreeuwd wordt van hey, kijk mij eens, kom hier, je krijgt hier een gratis drankje met een dingetje erop wat super duur is. Op de business floor. Nee, was ook op de consumer booth. Ook op de consumer booth. Zeker. Dus, sorry hoor. Dus het is heel erg, ik vind het heel erg aandacht vragen, maar niet op een positieve manier en zeker niet als je dan in die zaal zit en je mag dan ook niet iets doen. Want dan denk ik, geef die mensen wat. Dus gaan allemaal mensen naar die presentatie toe. Want die willen gewoon weten of ze dit volgende week wel of niet gaan kregen kopen. Kregen mensen op de consumer booth eigenlijk iets van een goodie of zo? Kregen iets van een speld of iets ik in heb trant? Nee, daar heb ik niks van gezien. Ik ook niet. Het was dan ook wel. Ik hoef niet altijd met goodies hier weg te lopen. Nee. Dat vind ik helemaal niet. Sterker nog, ik heb iets in de merch hall gekocht. Niet eens voor mezelf. Maar
je zou denken dat dat ook wel een stukje... Hoe kan gewoon iets wat zo groot is... hoe kan je daar nu niet hier iets mee kunnen doen? Ja. Ik begrijp dat niet. Het is heel groot, maar het is ook niet aanwezig. Maar ook aanwezig. Niet groot. Maar niet, gewoon niet nee, aanwezig. Precies, nee. Het is inderdaad een soort van geestvertoning. Ja. En dat maakt mij sceptisch. Dat geeft mij die... Nou ja, die No Man's Sky vibes, die cyberpunk vibes. Ik ben al een paar keer... Heb ik niet iets meegekregen van een videogame... omdat het dan soort van in mist omhuld is. En dan heb ik het gevoel van... Ja, dat is een soort rookgordijn. Oeh. Maar dat is een gevoel. Ja. En misschien is het volgende week... gaat het helemaal niet komt anders. Het uit, ja. Maar dan denk ja. ik ook... Oh, dan ga ik weer verder, hè. Maar waarom zou je hier... Wat is het? €70 voor gaan neerleggen? Ja. En dan is het dan... maar dan kan je ook op de X... Op de Game Pass kan je het ook weer doen. Ik word daar helemaal... kriegel van. Ik kan het niet. Ik snap het niet. Rocky, jij bent fan van Baldur's Gate 3. Ja. Een van de succesvolste RPG's van het jaar. Misschien wel potentieel Game of the Year. Ik heb daar wel wat discussies hier mensen over horen voeren. Ook zelf met bekenden. Zo van, Game of the Year. Is het nu toch wel Tears of the Kingdom Zelda versus Baldur's Gate 3? Voor mij is het van beide. Ja, maar als fan van die game, hoe kijk jij naar Starfield? Kijk, het is natuurlijk niet één op één vergelijkingsmateriaal, maar alsnog. Kijk, ik ben zelf nooit echt een grote fan geweest van Bethesda zelf, ook de games. Oh, ja. Ik heb me prima vermaakt met Oblivion, Skyrim en Fallout 3. Maar het probleem wat ik voornamelijk zie bij Starfield is voornamelijk dat ze hebben zoveel systemen. Kijk, wat Vincent ook net zei van, ik zie No Man's Sky, maar dan zeg maar de uitgekoude versie daarvan. Bijvoorbeeld, ik vind het best wel een ding, bijvoorbeeld als jij van planeet naar de ruimte naar een andere planeet wil gaan reizen, gaat dat allemaal via een cutscene. En ik vind het juist... Mij lijkt het juist tof om, net zoals in No Man's Sky, dat je letterlijk door de atmosfeerlaag heen gaat van een planeet, zo de ruimte ingaat en dan vliegt naar de volgende planeet. Dat is echt dat gevoel van exploren. En dat zit er gewoon halverwege een soort van niet in. Het andere probleem wat ik voornamelijk ermee heb is de conversaties. Je ziet duidelijk zeg maar de standaard Bethesda-achtige dialoog-setup. Wat wij voornamelijk ook bij de karakters die tegen je praten, het voelt heel erg uncanny. En je krijgt ook iedere keer het gevoel alsof je kijkt naar een nieuwsreporter. Die dan gewoon via de televisieuitzending tegen het volk praat. Ja, omdat de camera soort van inzoomt op het gezicht van iemand. Ja. Er zit ook geen leven achter die ogen. Nee, de ogen volgen ook niet. Die kijken echt recht toe, gewoon gestaard in de verte. En een andere ding wat mij ook best wel tegenviel is de spaceship combat. Want ik heb veel betere combat gezien, bijvoorbeeld in de Battlefront 2. Maar oké, daar hebben we het over wat we gezien hebben. Nogmaals, we hebben het spel niet gespeeld. Nee. Ja, dan ga ik meneer Positieve uithangen. Ik heb eigenlijk best wel zin in Starfield. Kijk, het is... Jim, ga je hem kopen? Nou, misschien wel. Dan erop, man. Ja, nee, kijk. Letterlijk zei deze man gisteren iets anders. Nee, kijk, luister. Het is inmiddels algemeen bekend. De luisteraars van deze podcast weten inmiddels dat mijn backlog dusdanig fucking hoog is. Dat ik... Kijk, een game als Starfield weet ik, daar gaat veel tijd in zitten. Ja, Jim. Ja. Dus dan wil ik daar ook... Gamescom, al die mensen hebben heel veel backlog. Ongetwijfeld. Maar voor heel veel mensen binnen die business lounge is het een fulltime werk... om videogames te spelen, voor mij niet. Ik moet Tears of the Kingdom nog uitspelen, bijvoorbeeld. Hè. Kijk, als mij een reviewcode gegund wordt, dan ga ik dan ook niet over lullen. Dan ga ik natuurlijk spelen. Maar dus is de vraag, zeg maar, ga je dit kopen? Volgende week sta jij in de lijn om dit te gaan doen. Nou nee, niet volgende week, maar dat komt ook door andere omstandigheden. Als het gaat om... Oké. Dus, maar als jij dus... dat is dan eventjes echt een vraag. Als jij dus niet iets anders had kan spelen... Dan had je het gespeeld. Als ik inderdaad Tears of the Kingdom was dat uit de weg was... En een aantal andere games... Ja. Dan had ik zeker Starfield opgepakt. Ja, maar dan had ik misschien ook Baldur's Gate opgepakt. Dat is weer what if. Ja. Maar toen jij zeg maar Tears of the Kingdom speelde, toen had je helemaal geen backlog van. Jawel. Maar dus dat was dus wel. Gaf dus wel het gevoel dat je die meteen wilde spelen. En Hogwarts Legacy, hoe zit dat daar? Nee, daar ben ik. Heb ik echt wel een aantal weken mee gewacht. Ja, voordat ik daar. Dat had je toen verteld, inderdaad. Ja.
Ook okay, soms wel dat ik zoiets had van, oh shit, ik mis de Zeitgeist nu. Ja, want ja. Ik wist en misschien bij Tears of the Kingdom was het ook wel een beetje, ik weet dat dit de Zeitgeist gaat worden. Toch een beetje FOMO, ook al ben ik daar vaak zwaar op tegen. Ik heb zoiets van, je moet lekker games spelen wanneer je dat wil. Het zou zomaar kunnen zijn dat Starfield die game wordt. Dat het gewoon zoiets is van, oké, nou ja, als er geen reviewcode gegund wordt, dan ga ik eerst gewoon lekker spelen wat er nu nog te spelen valt. En dat is ontzettend veel. Ja. Ik heb namelijk ook nog een aantal, vooral indie games die ik ook nog weg moet werken. Klinkt dan weer heel, heel naar. Maar nee, ik heb wel oprecht. Ik ben wel op. Maar dat is het ook. Ik ben nu ook vooral heel benieuwd. En wat ik er tof aan vind is dat het gewoon een nieuwe Fallout / Skyrim is in space. in hoeverre dan hoe goed die elementen dan bij elkaar werken, dat science fiction met Fallout. Fallout is eigenlijk ook een soort van science fiction, maar dan net wat anders. Dat is natuurlijk, valt nog maar te bezien. Ik weet dat ik ook heel kritisch ben geweest op Fallout 4, ook al heb ik daar 50 uur van mijn leven in gedouwd. Maar het had wel, er is wel iets van wat wel Bethesda kan, heeft een bepaalde dopamine injectie in hun games al altijd. En bij Fallout is het elke keer dat kassa geluidje als je een gebied ontdekt of je killt een enemy, weet je wel. En ik zag dat ook hier in de gameplay footage van Starfield. Oh, je killt een enemy, 5 XP. Okay. Dus wat dat betreft doen ze het wel goed. En dat er dan, want dat is ook aangekondigd, er zit geen level cap op. Nou, ik kan dus oneindig veel perks. Daar kan ik wel heel veel tijd in gaan verliezen, denk ik. Maar dan de vraag, is de game te overwhelming, is de game te groot met hun zogenaamde 1000 planeten, waarvan we natuurlijk weten dat het merendeel randomly generated is. Ja. En er zijn er maar 10 of 20 die echt met de hand gemaakt zijn, zeg maar. Ja, maar ja, als dat 10 tot 20 hele goede planeten zijn en er zit een toffe storyline in en de gameplay is fun. We weten allemaal, het wordt niet de beste shooter gameplay, want dat kan Bethesda niet, nee. Punt. Het heeft ook niet de beste het heeft niet de beste graphics ooit. Want daar is Bethesda ook nooit. Ik moet wel meegeven, zeg maar, op level design zijn ze wel een van de beste. Want als je de details zag van wat er allemaal in de ruimte is in de ruimte, dat moet ik wel nageven. Dat was Bethesda wel als een van de beste. En ik vind het cool dat je bijvoorbeeld je hele schip kan aanpassen. Ik ben dan persoonlijk niet zo'n speler die dat soort creaties gaat maken. Ik hoop dat daar meteen een mod voor komt. Dat je daar gekke. Dat je van andere spelers hun blueprint, zeg maar, kan downloaden en dat je dat meteen in de game kan zetten. Dat zou wel echt een te gekke toevoeging zijn. Volgens mij zit dat er niet in nu bij launch. Maar wie weet wat in de. Weet ik niet hoor, dat weet ik trouwens niet zeker. Want ik ben inderdaad niet iemand die alle details heeft zitten pluizen van deze game. Ik lees een beetje de headlines en zie wel wat erin zit. Maar ik ben in die zin meneer positivo dat ik denk dat dit wel een hele vermakelijke, toffe game kan worden. Maar de vraag is dan natuurlijk ook meteen. Het is nog steeds niet de game waarbij je de rest voor aan de kant legt. Het is niet, zeg maar, als dit nu een nieuwe Doom was geweest, dan had je... Het is dus niet die game. Nee, dat is dan ook weer heel nou ja, lomp, weet ik niet. Maar als het de naam Fallout of Elder Scrolls had gehad, dan... En dan een andere vraag dan voor jou, Jim. Ja. Zou dit de game zijn, stel je voor, dit zou alleen exclusief naar Xbox gaan. Zou dit de game zijn om jou een Xbox te overtuigen om te kopen? Nee. Niet, oké. Okay. Nee. En waarom niet? Als jij Fallout en gewoon Bethesda in zijn algemeen. Nou ja, kijk, sowieso is het natuurlijk zo dat voor mij bestaat nu alleen maar de realiteit dat alles wat naar Xbox komt ook naar PC komt. En dat is voor mij, ik speel alles op zoveel mogelijk op PC. Ja, met uitzondering van een aantal games. Dat weet ik, maar stel je voor. Starfield zou echt puur alleen voor de Xbox als exclusief. Net zoals wat je PlayStation hebt met Uncharted. Nou ja, maar ik ben ook heel erg tegen het idee dat je een console moet kopen voor één game. Nou ja, ik dat bedoel is voor van... mij het ding. Dus dan zou je eigenlijk naar de gehele Xbox line-up moeten kijken. Maar stel, en dat dan Doom zijn ze alleen, deze... stel dat Doom alleen voor de Xbox had gekocht, had je Xbox gekocht? Ja. Ja, zeker. Ja, Doom. Maar dan heb je het over Doom. Ja, weet ik trouwens niet. Want ik zou het dan wel een fucking betrayal vinden dat Doom alleen met een controller te spelen valt. Daar zou ik fundamenteel wel echt een probleem mee hebben, denk ik. Okay. Maar dan heb je het dus echt weer over een scenario die nu niet gaande is. Nee, maar goed, we zijn een beetje aan het tackelen. Ik weet het. Ik ben blij
dat je in ieder geval iets positiefs hierover hebt. Nee, nou ja, nou, ik heb oprecht... Kijk, wat ik al zei. Als er een reviewcode binnenkomt... Ja. Ik klink nou echt als een privileged motherfucker. Dat ben ik ook. Maar goed, maar dat geeft dus ook wel aan, zeg maar, dat het dus... dus ik kan er wel positieve dingetjes over zeggen, maar het is niet... Het is niet thing. The game. Het is niet, jongens, dit gaat niet Game of the Year worden. Dit gaat Nee, want als je... Gevoelsmatig. Als je een goede vergelijking zou willen hebben... Als ik geen reviewcode zou krijgen van Spider-Man 2... ga ik die game halen 100%. Spider-Man 2, daar gaat alles voor opzij. Ja. Overduidelijk. Zeg maar. Dus dat wordt dan een Game Pass dingetje. Dat zou ook heel goed kunnen, ja. Dat ik gewoon een Game Pass abonnementje neem. Ja, volgens mij heb ik. En dan is de vraag of dat... dus genoeg gaat zijn... Ja. Voor deze mensen. Ja, volgens mij heb ik dan... want ik heb een jaar abonnement. Ik weet niet of ik hem wil gaan verlengen. Want zoveel gebruik heb ik er dan ook weer niet van gemaakt. Ja. Of ik dan... Want volgens mij loopt hij dan maar een maandje. En binnen een maandje Starfield uitspelen. Nee, dat gaat niet lukken. Gaat niet lukken. Oké. Laten we snel doorgaan. Want jeetje, Mino, hoe lang is deze? We gaan echt niet alles kunnen coveren in één aflevering. Maakt niet uit. Ja, ik heb dus zelf heb ik alleen de hoogtepunten van Opening Night Live opgeschreven. Ja, ik volg jouw lijstje en als er iets tussen staat waarbij ik denk van hé, dat zeker. Kan ik ook, dan... Een verrassingsaankondiging op deze beurs. Zeg dat wel. En eentje die ik echt helemaal te gek vond, want ik ben groot fan van deze franchise. Little Nightmares 3 komt er aan, mensen. Was een trailer. Het werd al soort van door Jeff Keighley aangekondigd van dit is een franchise die heel erg gelineerd is aan Gamescom. Klopt ook. De eerste, weet ik nog heel goed, werd die aangekondigd. Grote stand van Bandai Namco. De tweede, zelfde verhaal. En nu dus de derde. Paar grote verschillen. Tarsier Studios maakt de game niet meer. Die zijn namelijk overgekocht door Embracer. Bandai Namco publiceert en heeft de rechten tot Little Nightmares. Dus nou, dat verklaart meteen waarom dat niet het geval is. Supermassive maakt dus de game. Die kan je kennen van Until Dawn voor PlayStation. The Dark Pictures Anthology en The Quarry. In de game speel je wederom in een fucked up wereld waarin gigantisch grote monsters leven. Je speelt dit keer als twee nieuwe characters. Dus niet Six. Weer niet. Maar gaat ze een rol spelen? Ik hoop het wel. Eén personage is met een, die heeft een grote moersleutel. Die kan zeg maar melee. En de ander heeft een pijl en boog. Het grote verschil is dat deze game dit keer co-op gespeeld kan worden. Dus één speler speelt één personage en de andere. De andere lijkt me logisch. Ja. Single player, als je dat wil spelen. Dan kies je dus één character... en de andere wordt dan bestuurd door AI, de computer. Je kan helaas niet switchen, tenzij je levels opnieuw gaat spelen. Dus dan moet je restart chapter of load chapter. En dan kan je met dat andere personage gaan doen. Wij hebben naast de trailer natuurlijk een presentatie bijgewoond van Bandai Namco. Waarin we gameplay zagen van de game. In actie. Het was hele trage gameplay. Het was echt dat soort van sfeeropbouwende Little Nightmares gameplay. Het was eigenlijk een verlengde versie van de aankondigingstrailer. Ja. Nou ja, in de aankondigingstrailer zat wel wat meer omgeving en wat meer flitsende actie natuurlijk. Ja, maar het grote deel van de trailer was wel gebaseerd op de demo die wij... In een soort van desert town had je. En daar zat een gigantisch grote monster baby die jou dan stalkt. Het was eigenlijk wel hele typische Little Nightmares gameplay. Dus platforming meets puzzle. Dit keer dus met echt het co-op gebeuren eraan toegevoegd. Ja. Dat co-op is dus, hey, jij moet op deze knop staan. Dan gaat er een laddertje naar beneden of een touwtje naar beneden. Die kan ik dan kapot schieten met mijn pijl en boog. En dan komt er een kist waardoor we allebei kunnen oversteken. Zo iets in die trant. Best wel simpel, doch effectief design. De monster baby klinkt gek, hè? Die kwam dan ook, die stalkte dan een beetje de characters, maar wel met heel erg gescripte momenten. Ook heel erg Little Nightmares. Ja. Maar wat ik een beetje miste in deze gameplay demonstratie dan is hoe je direct interactie hebt met dit monster. Er waren echt heel veel stille momenten op het begin vooral. Als die baby er was, dan was het op de achtergrond. Ik ben een grote baby en mijn hand komt door de muur. En dat is het dan. Terwijl in Little Nightmares 1, weet ik nog wel, de allereerste keer dat we die game zagen, moest je al door een keuken sneaken waar een monsterchef of zo al rondwandelde. Mm-hmm. En die moest je dus vermijden. En nou, als die je zag, dan kwam die je pakken. En dit idee miste ik een beetje. Want dat is waar de horror van Little Nightmares vandaan komt. Ik denk, misschien wilden ze ook laten zien dat dit
ook weer iets anders is. Zijn eigen stijl heeft. Ik bedoel, kleurenpalet vond ik heel bijzonder. Weet je, dat desert... Oranje. Oranje-achtige... dat desert-oranje-achtige... Ja, toontjes. En ja, het was misschien wel traag. En dat kwam ook voornamelijk omdat je zelf niet de controle in de hand had. Maar ik vond het wel... ik vond het wel wat. Wat ik jammer vond, en dat vond jij ook, is dat je niet kon switchen met die personages. Ja, dat vind ik echt jammer, ja. Dus het is echt dat je... je kiest een karakter en dan, ja, dan zeg je, ja, maar kan je niet switchen? Nee, want dan kan je de game kan je nog een keer spelen met andere personages. Ja, dat ga je niet doen. Althans, dat bullshit. Ga ik niet doen. Ik bedoel, ik hoef niet dan die andere experience te doen. Dus ik denk dat de presentatie, ook de manier waarop we het ook gezien hebben, zeg maar, dat had sterker gekund. Maar het gaf wel, ik denk dat het wel dat de juiste tone of voice was. Vond ik wel. Ja, nee, dit is voor mij, ja, ik bedoel, ik vind dan Little Nightmares 1 en 2 echt fantastisch. Ja, ik ben heel benieuwd wat hier verder... stand hier gaat. Was ook heel mooi. Grote stand, grote monster baby op de beursvloer. Klopt. En ik ga er vanuit ook niet hands-on. Dus ik denk dat zij gewoon hetzelfde hebben gezien als wat wij hebben gezien. Ik heb het gevoel ook. Ja. Niet dat dat wat uitmaakt trouwens, maar ja, ik was hier heel blij mee met deze aankondiging. En ik ben vooral blij dat de franchise wordt doorgezet en ook door een studio die... wel weet hoe ze horror moeten maken in ieder geval. En ook leuk trouwens voor die studio dat ze eens een keer wat anders mogen doen ook. Het zal waarschijnlijk een team binnen een team zijn. Weet je, want studio's hebben meerdere teams. Want de Dark Pictures Anthology blijft ook maar doorgaan met titels. Volgens mij komen er nog 1 of 2 van volgens contract met Bandai Namco. Maar het is wel tof dat zij naast Until Dawn-achtige games... Zeg maar, weet je dat telltale horror? Hey, jij kiest wie er overleeft of niet. En soms weet je dat wel, soms weet je het niet. Dat ze dan dit soort dingen mogen maken. Ja. Wat cool is. Oké, okay, Little Nightmares 3. Ik ben hyped. Geef mij een Collector's Edition. En je weet het, Bandai Namco. Ik bestel hem. Dan gaan wij naar nog een verrassingstrailer. Ja, die kwam daarna. Er zat er nog eentje voor. Oh. Een spel wat jij en ik niet hebben gespeeld. Rocky wel. Het was de Monkey King. Het was Myth Wukong. Ja. En ja. Rocky die was meteen helemaal lyrisch. Ja, dit is dus een game die al een aantal jaren in de maak is. Wordt gemaakt door een Chinese studio, Game Science. Game Science. En is al een paar keer volgens mij naar Ginzen van... Hey, die graphics van deze game, te gek. Wow. En is volgens mij, ik weet niet of dit een van die games is waar PlayStation in geïnvesteerd heeft. Maar hij komt in ieder geval ook naar PC, geloof ik. Ja. Maar hoe dan ook, Black Myth, Wukong, gebaseerd op... Ja, Journey of the West. Oh ja, Journey of the West. Ja. Er zijn al eerdere games over gemaakt. Monkey King hebben wij volgens mij van THQ Nordic een aantal jaren geleden gecoverd. Dit zag er wel beter uit. Dat was de cartoon versie, zeg maar. En Enslaved is ook heel erg op gebaseerd. Oh ja. Dus die game van Ninja Theory, right? Ja, ja. Volgens mij wel, ja. Ja, nee, ik was aardig verrast. Niet om de trailer, maar voornamelijk dat hij speelbaar was. Want, ja, want jij zei tijdens de ONL opening, zei ja, deze game gaat nooit. Dit is iets wat nooit gaat uitkomen. Dat was een andere game. Wat ik bij deze game op het begin had, van deze werd 3 jaar geleden ongeveer aangekondigd. Maar ik zag het iedere keer als een soort tech demo, weet je. Want ja, worden niet heel veel games vanuit China eigenlijk echt uitgebracht voor het Westen. Het Westen. En ik heb het toen uitgeprobeerd. En het is eigenlijk een beetje een mix tussen een Dark Souls game en eigenlijk Assassin's Creed Odyssey. Want het ding is... Een echte open world Souls-like. Nou, dat weet ik niet of het open world Elden is. Ring. Want het was een demo van, je kreeg 45 minuten de tijd. Nou, dat was echt dat was flink. Ja, om te kijken. Ja. En dat was trouwens op de wachtrij staan. Ja, iedereen kon erbij, zeg maar. Dat was geen persding. Nee, dus het ding voornamelijk was, je hebt dus 4 levels die je kon uitproberen. Dus je moest wel gewoon op volgorde de levels behalen, want dat is wel leuk. Ze hadden een soort kleine contest eraan gegeven van, je hebt zeg maar 4 leveltjes met 4 bazen. En die moet je dus dan verslaan. En elke level die jij behaalt, kan jij een stamp krijgen van die stand daar. En dan krijg je dus een kleine badge van de baas die je hebt verslagen. Dan als een soort cadeautje. Ja. Dus heb je ze alle 4, dan krijg je 4 van die badges. Ik weet ook niet of je misschien ook zelfs een hoofdprijs zou krijgen van als je ze alle 4 tegelijk hebt. Nou, ik heb er 2 verslagen. En de derde, daar zal ik een beetje mee te struggelen.
Maar het speelt wel echt lekker. Ja, zoals ik al zei, een echte Souls-like slash Assassin's Creed Odyssey. En waarom ik specifiek Assassin's Creed Odyssey zeg, is vanwege het feit dat je, zeg maar, als je op R2 drukt, dat je abilities kan kiezen, zeg maar, die dan uitvoert. Oh ja. Ik snap meteen wat je bedoelt. Als je de game hebt gespeeld, inderdaad, dan komen er bepaalde... Ja. Ik vind de combat heel vloeiend. Heel fijn om mee te spelen. Het enige wat ik een beetje nadelig vind is, zeg maar, wat je bij bijvoorbeeld een Elden Ring hebt, is, zeg maar, als je abilities hebt, die kies je specifiek. En daar zit dan een soort van animation in. Bij Wukong is het voornamelijk van, je doet gewoon een combo. En dan uiteindelijk, zeg maar, in het einde van de combo heb je een soort finisher die dan automatisch doet. Maar die gaat een tijdje door, waardoor je geen mogelijkheid hebt tot animation cancelling. En je bent compleet open voor de baas. Dus ja, de kans dat je geraakt wordt is gewoon gelijk per direct. Dus dat vond ik eigenlijk een beetje jammer. Ik had dat meer gehoopt dat je dan een soort finisher dan ook als een soort ability kon kiezen. En dat je dan gewoon de hack en slash gewoon je combo gewoon door kan blijven doen tot je denkt van oké, even nu kappen en nu moet ik even afstand nemen. Ja. Verder heb ik niet echt beeld gekregen van hoe nou het level design, zeg maar, in zijn werk gaat. Want er was geen verticaliteit voornamelijk. Want het was gewoon een paardje doorlopen, net zoals de old school Demon's Souls voornamelijk. Nou ja, arena mobs verslaan in. En dan kom je de arena in, ja, precies, en vecht tegen de baas. Dus ik hoop eigenlijk dat ze, nou, bijvoorbeeld net zoals Sekiro, waar je bijvoorbeeld met zo'n ninja lasso je omhoog kan traversen. Ja. Ik hoop wel dat dat erin zit, want ja, je speelt wel een aap. En ja, precies, ja. Ja, true. Ja. Zijn wel heel erg flexibel. Dus ik hoop dat dat wel in zit. Maar die indruk heb ik nog niet gekregen bij deze demo. Het ging voornamelijk echt om de combat. Ja, ik had het net over dat het misschien wel zo'n game was die PlayStation heeft gefinancierd. Lijkt me nu van niet. Want ik heb even opgezocht dat de game in de zomer van 2024 uit moet gaan komen. Okay. Voor PC, Xbox Series X, de Xbox Series en PlayStation 5. Ja. Ja. Nou, nice. Was dat ook meteen jouw hoogtepunt wat betreft games op Gamescom? Voor mij, nee. Okay. Ik heb een andere game waar we waarschijnlijk misschien zo meteen over gaan hebben. Dat is voor mij wel echt hoogtepunt. Maar ben ik verrast? Ja. Okay. Ik heb er wel zin in. Dan gingen wij, is dit nu wel de verrassing? Oké, okay, nou, er kwam nog een verrassingstrailer kwam onze kant op. Dit is namelijk een game die Vincent, althans, waarvan de eerste twee, wij voornamelijk dan de eerste. Ik heb de tweede ook best wel wat uurtjes in zitten. Killing Floor 3 werd aangekondigd. Dat is een first-person shooter waarin je in een level gedropt wordt. Dat kan in je eentje of tot en met 6 spelers. Dan komen er in waves komen er zets op je af. Wij hebben een gesprekje gevoerd met de developers. We hebben een behind closed doors eigenlijk PowerPoint-presentatie gekregen met de visie van de game en wat voor features erin gaan zitten. Waar we het over mogen hebben, wat wel leuk is. Ja. Maar ja, het is dus first-person shooter en er komen dus zets op je af. Geen zombies, maar zets, monsters. En hoe meer waves, hoe sterker ze worden. Op een gegeven moment komen er echt gigantische grote monsters, waaronder de Flash Pound, die wat echt, zeg maar, de focus was van de trailer. En terwijl je dat doet, kan je een bepaalde klasse spelen en die kan dan weer levelen met wapens, waardoor die meer damage gaan doen en dat soort dingen. Het is een simpele, maar toch hele effectieve formule. Het begon eigenlijk met die, we zaten naast elkaar in de zaal en Jim die begon: "Wat? Vincent? Is dat een Flash Pound? Dat is een fucking Flash Pound. Hè? Wat?" En ik had zoiets van, nee, dat kan niet. Waarom dacht ik, nee, het kan niet? Omdat ik dit er heel goed uit vond zien. Echt heel goed. En in mijn herinnering... Nou, was dat gedeelte van die trailer natuurlijk hartstikke CG. Maar het was een hele... Het was, zeg maar, zelfs als je niet Killing Floor hebt gespeeld, was dit vond ik dit een hele vette trailer. Ja. Wat zag er gewoon, het had echt de juiste ingrediënten, was lekker dark. Dus ik vond het heel vet uitzien. En toen kwam die 3 in beeld en toen dacht ik, deze man heeft gelijk. As usual, met dit soort dingen. Dit schat hij wel vaak goed in. Maar dat was wel, Jim, tweede complimentje deze beurs op de podcast. Ja. Yeah. Dus ik was heel erg verrast. Ik had heel erg dat doemgevoel. Ja, ik ook. Ja. Dus ik dacht eerst nog van, ja, weet je, het zal wel doem of zoiets zijn. Nou, ik dacht eerst van, is dit Gears?
het beest wat we op de tafel zagen liggen, die had een soort van... Ja, dat gezicht van zo'n, god, hoe heette die, locust, die aliens. Nou, toen werd die uit elkaar gerukt. Toen dacht ik, nee, dit is niet echt... Nou, het zou misschien nog kunnen, maar toen dacht ik al, is het niet echt Gears dit? Is het dan Quake? Zo zat ik erbij. Is het Quake? En toen zag ik die Science Facility, toen dacht ik, het is ook niet helemaal Quake. Oh, wel, als het een reboot zou zijn geweest, was ik waarschijnlijk nog harder uit mijn stoel gesprongen, denk ik. Maar ik had ook niet verwacht dat hier aangekondigd zou worden of zo. Maar inderdaad, Killing Floor 3. We hebben dus met de developers gesproken. We hebben wat hints gekregen. Ze waren heel erg vaag over wat er nou uiteindelijk in de game gaat komen. Ze zijn nog early in development, hebben ze ook tegen ons gezegd. Dus ze hebben zeg maar naar een lange R&D-traject hebben ze nu eindelijk de richting hebben ze gevonden waar het heen zou moeten gaan. Het was wel een reimagination, maar ze wilden het ook weer geen reimagination noemen. Want het was wel een direct vervolg op Killing Floor 2. Ja. En, maar die reimagining komt dan vooral van het feit dat ze... Die monsters, de monsters maar, wat zijn nou die abilities monsters gegeven. Ja, dus ze hebben wat meer gekeken naar de look en feel van die monsters. Hè. Wat zijn die monsters nou precies? Wat zit er nou precies achter? Ik vond het een hele fascinerende kerel. Brian was zijn naam? Brian, ja. Vond een fascinerende kerel. Maar het was natuurlijk wel een en al marketing en PR, zeg maar. Dus daar moet je een beetje doorheen gaan. Maar dan, je spreekt wel met een developer. Dat is wat ik leuk vond uit het gesprek wat we met hem hadden. Hij liet zien dat, jij kent al die beesten, ken jij beter dan mij. Maar dat er nu in plaats van, wat een groot verschil was, de vorige Killing Floor. Dan keek je voor je en je had de line of circle, zeg maar. De kegel, zoals hij dat noemde. Dat was een klein kegel. Waar let je als speler op inderdaad. Dus je kijkt een beetje voor je uit en je schiet en je rijdt naar de grond. En die cirkel, dus de plek waar je op focust, die hebben ze groter gemaakt. Doordat bijvoorbeeld nu een monster met een jetpack ook... veel hoger de lucht in they kan fly komen. Now? They dus, fly now. Ja, dus en de crawlers die kruipen niet alleen maar meer over de grond, maar die kruipen nu ook over de muren en over het plafond. Hebben we niet gezien. Dus nogmaals, we hebben geen gameplay gezien. We hebben alleen maar wat fotootjes gezien hoe die beesten we hebben nog zagen. Een kleine snippet van gameplay. Precies. Hebben we nog extra gezien die niet in de trailer zat. Ja. Maar dat was ook 30 seconden. Dus dat, wij kregen niet de tijd om dat helemaal uit elkaar te halen, te ontleden. Weet je wat allemaal. Maar ja, je zag ook bijvoorbeeld dat die flashbow nu, die boren die op zijn armen heeft, precies, dat beest, kan hij nu een soort van slingshot gebruiken ook. Dus ze zijn echt allerlei dingen aan het uitbreiden en ook inderdaad de look and feel was veel, aan de ene kant voelde het veel, voelde je character flexibeler. Ja. Want als je nu sommige hele flexibele, als je een Apex Legends gaat vergelijken met Killing Floor, dan denk je ik sta nu wel echt met mijn boots on the ground vastgespijkerd bij wijze van. Wat ik trouwens ook wel interessant vond, correct me if I'm wrong, maar het gedrag zeg maar van die beesten. Want ze hadden een soort van een soort masker op natuurlijk, van metaal. En als dat afgeschoten werd... Ja, dat is ook iets nieuws. Ze gaan nu ook meer focussen op dat je zwakke plekken kan raken door bepaalde elementen van hun... armor of zo eraf te schieten. Waardoor je zo'n beest blind kan maken, toch? Ja, was het? Nou moet ik ook wel eerlijk bekennen dat ook wel een beetje al in de eerste twee Killing Floors zat. Want de husk die dus vlammen kan schieten, die had altijd een zwakke plek waar je iets mee kon laten ontploffen. En de flashbang moest je altijd op een bepaald punt raken. Kijk, het is nu cool dat je daar visueel... En in Killing Floor 1 en 2 was dat de headshot. Iets ontploft en dat was het. Maar het lijkt erop dat ze dat element inderdaad veel meer gaan uitbreiden. Dat inderdaad het ijzeren masker van de Flashbound. Wat zeg maar, je kan het. Ik noemde het tegen die developer, zeg maar, de T-Rex van deze line-up. Ja, precies. Een heel zwaar groot beest. Wat als hij komt, dan hoor je dat. En dan is van, oh shit, daar is de T-Rex, daar is de Flashbound. Hij is niet zo groot als een T-Rex, by the way. Maar dat is de iconische enemy, zeg maar. De grote motherfucker die je gewoon zo snel mogelijk dood wil hebben. De feeling was inderdaad wat meer Doom-achtig. Maar dan met een grote, dikke, grijze sci-fi laag eroverheen. Ja. Nog meer sci-fi dan Doom. En ik kan me ook voorstellen, en dat kreeg je ook een beetje mee... dat met die komst van Unreal 5, waar dit spel dan ook mee gemaakt is... dat moet voor die gasten gewoon een enorme snoeffabriek zijn geweest. Ja. En ik denk ergens dat het ook een motivatie is geweest van... Oh jongens, kijk eens wat er nu uit... kijk eens nou. Ja.
die gasten die zullen ook gewoon bij die announced trailer van Unreal 5 wat is het, 2 jaar geleden denk ik inmiddels alweer? 3 jaar misschien zelfs. Ja, die zullen toen ook zeg maar gehyped hebben van oh shit. Ja, ik denk echt, ik heb het gevoel zeg maar, want hij schaamde zich er niet voor om daar gewoon lekker jongens Unreal 5 en dit, UFR. Ja. Dus ja, dat moet gewoon een gigantische snoepfabriek voor ze zijn om daarmee aan de slag te gaan. Wat ik al zei, ze zijn heel vaag geweest over wat we wel of wat zij eigenlijk aan ons wilden vertellen. Want zij merkte al dat wij heel erg zaten te knagen voor meer informatie. maar ja, er werd geteased naar meer RPG-elementen, naar wellicht een loot-systeem. En er werd gehint naar dat deze game 2 main modes gaat krijgen. De eerste is dan survival, zoals we het kennen in Killing Floor 1 en 2. Maar dan komt dus nog iets. En ik vraag me dus af of daar het looten, wat op een van die PowerPoint slides even zo stond, of dat dan een grote rol gaat spelen. Of iets met gear level of zo krijgen. Of hey, deze gun doet zoveel damage, maar schiet 5% langzamer of zo. Misschien dat een Borderlands-achtige of Destiny. Een beetje hetzelfde principe. Maar of misschien zo'n mode gaan krijgen in de game. Ja, wat ook net iets anders was. Wat in zijn optiek, hè, als voor Killing Floor, is dat je focus ook echt op het gevaar moet zijn. Hè? Dus je kan iets hebben wat dicht bij je zit, waar je altijd heel erg geneigd bent om op te schieten meteen. Ja. Maar dat je dan toch eventjes echt die overweging moet gaan maken van oké, wat is nou echt de dreiging die hier op dit moment in deze ruimte aanwezig is en waar moeten we echt op focussen? Oké, laten we wat meer tempo gaan maken, jongens. Nee, want ik merk dat dat we te lang. Maar wat alleen maar leuk is natuurlijk. Maar we hebben beperkt. Zometeen worden we er weer uitgekikt, geheid. Zack Snyder was aanwezig op Opening Night Live om zijn project Rebel Moon te promoten. Dit is een Netflix film. Hij had het er ook wel over dat hij er dolgraag een videogame in zou willen maken. En dat er waarschijnlijk ook wel gesprekken over zijn geweest. Het is zeg maar een science fiction project. Wat alles wat science fiction en alle grote invloeden van pop culture een beetje bij elkaar flikkert. Want ja, je zag een beetje Dune. Je zag een beetje Star Wars. Je zag een beetje dat. Ik wil je bij deze graag weer een statement maken dat ik het belachelijk vind dat een fucking Netflix film. Ja, weet je, dat je een stand hebt op Gamescom, hartstikke leuk. Ga Wednesday nog maar een keer promoten. Ga Stranger Things nog een keer promoten. Ja. Squid Game, what the fuck. Het heeft niks te zoeken in Openings Night Live. Nee, vind ik ook niet. Dat heeft er niks in te zoeken. Maar ik snap wel dat je het hier laat zien omdat je fanbase hier ook zit. Dus dat begrijp ik. Dat begrijp ik heel goed, maar ik ben het met je eens. Ik vond het zelf als filmmaker natuurlijk wel tof. Want dat verwacht je niet dat Zack Snyder daar op het podium zou staan. Maar dat verwacht je dan ook niet. Wat ik wel mooi vond, is dat wij, dat was gisteren volgens mij, dat wij naar die stand gingen. Ja, ja. En we kregen een heel erg nostalgisch gevoel als we keken naar die pakken. Ja, dat was een klein anekdotetje dan. Maar we zagen dus heel dichtbij, konden we dus die pakken van die films konden we zien. Ik heb ze ook aangeraakt, was denk ik niet de bedoeling. Maar het was inderdaad alsof Zack Snyder's oma haar tafelkleed had uitgedeeld. En dat zo om die pakken heeft gedaan. Dus het is echt een beetje nostalgie film maken. Ja. Maar dat tezijde. Crimson Desert kreeg een nieuwe trailer. Die was hier niet aanwezig op de beurs. Op geen enkele wijze. Of ik heb echt compleet langs van alles en nog wat gekeken. Dat kan. Dat gebeurt wel vaker eigenlijk. Maar Crimson Desert is het nieuwe project van Pearl Abyss. Die je voornamelijk kan kennen van Black Desert Online. Grote MMO. Dit is, zoals ik het begrijp, een singleplayer game. Denk ik. Dat werd mij niet echt duidelijk tijdens de trailer. Ik kreeg echt het gevoel dat het een soort MMO was. Oh, toch wel MMO ook. Maar ja, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar die indruk kreeg ik wel. Ja, nou, maar dat is, daar ga je dus al. Het is niet echt heel duidelijk. Maar het is een game, dat heb ik dan althans opgeschreven, met alles. Ja. Als in alles wat met fantasy ook maar gemengd kan worden. Dat zit hierin. Dus het is een fantasy RPG. Waarin je als... Ik kreeg een beetje Shadow of Mordor vibes ook van de guy die in de trailer dan althans zat. Ik ga er even vanuit dat gewoon het main character is. Dat is ook heel apart. Volgens mij was het ook die camera met die wankelende camera, hè? Volgens mij dat de camera... Ja, elke keer was er een soort van... Als er iets acties gebeurde op het scherm, dan ging de camera een soort gek hoekje maken. Ook een hele aparte insect. Ik ben echt benieuwd ook wat de reden daarachter is. Ja, het moet fancy zijn, denk ik, of zo. Nee, maar het was een... Het was een game... wat ik al zei, alles. Breath of the Wild parachute, zit erin. Wall climbing, Assassin's Creed, dat zit erin. Spells à la The Witcher, grote monsters à la The Witcher. Er zat een hippogriff in. Harry Potter zat erin. Ja, echt alles wat met fantasy te maken heeft, dat zat hierin.
Ja. Ik word daar dan ook meteen heel erg sceptisch van. Want dan denk ik, ja, weet je, je kan heel veel dingen doen, maar doe ze dan ook goed? Vraagteken. En dat is dus de game waarvan ik zei, Jim, deze gaat nooit uitkomen. Ja, ik denk dat Pearl Abyss wel iets anders tegen je zou willen zeggen. Maar ja. Ja, ik ga het nu ook gewoon googlen, want ik word hier echt zo... Is Crimson Desert... A single-player game. Het is een single-player RPG. Oké. Ja. Misschien dan nog toch wel. Nou ja, ik word daar dan wel wat, wat geïnteresseerder dan door. Gek genoeg. Dan denk ik, oké, dan kunnen al deze elementen denk ik nog wel werken ook. Mits je ze goed kan uitvoeren. Ja, dat is altijd. Oké. Toen kregen wij iets wat vlak voor de presentatie was gelekt. Dus dat was voor mij althans geen surprise meer. En dat was de release date en een trailer voor Tekken 8. 26 januari verschijnt de game op PC, Xbox en PlayStation. Het achtste deel in wat mij betreft... Nou, het is mijn favoriete fighting game franchise in ieder geval. Opgegroeid met Tekken 3, dames en heren. Dat is steeds een van de beste fighting games uitgemaakt. We hebben het gespeeld bij Bandai Namco. Ja. Tekken 8. Er zijn natuurlijk ook al wat gesloten tests geweest en beta's en dat soort dingen. Dus wij zijn zeker niet de eerste ter wereld die het gespeeld hebben. Nee. Maar Rocky als mede Tekken liefhebber. Wat vond jij van Tekken 8? Ik kan het heel fijn spelen. Het speelde echt lekker weg. Het voelde ook als van ouds. Het is gewoon, ik denk het beste vergeleken met, de glorietijden wat Tekken met Tekken 3, Tekken 5. En dan Tekken 7 ook. Ja. Ja, het voerde voor mij weer lekker oud en vertrouwd. Ja. Nieuwe elementen die waarschijnlijk al lang in Tekken 7 zaten, maar die heb ik amper gespeeld. Ja, maar... Waarom staat mijn character in de fik? Hier was het iets meer prominent aanwezig en je hebt er ook een command voor, hè, die je kan indrukken. Ja, ja. Dat is denk ik het grootste verschil. En dat was heat. Ja, de heatwave. Ja. Ja. Dus je character kan charge op een gegeven moment na een combo. En dan gaat hij zeg maar door. En Juist. Ik heb je een paar keer klappie gegeven met de man Paul Phoenix. Jij hebt mij een pakje gegeven inderdaad. Ja. Ja. Maar goed, toen switchen we naar andere characters en was ik kansloos. Dus dat, toen heb ik jou een perfect gegeven. Een perfect, ja. Maar welke character? Met Haorang. Oh ja, Haorang. Wie speelde ik ook weer? Jij was... Kazuya Mishima. Kazuya Mishima. Ach, wat een baas. Ja, nee, dat was heel erg... Ik heb hier zoveel zin in. Ja. Nee, het is eigenlijk bijna jammer dat hij nog niet dit jaar uitkomt. Want dan hadden we het beste jaar in fighting game history gehad, denk ik. Met Street Fighter... Met Mortal Kombat 1, waar trouwens ook weer een trailer voor kwam. Klopt. En die we ook gespeeld hebben. Nou, laten we meteen daar zo meteen naar overgaan dan. Ja, want Tekken 8 is wel de hoogtepunt voor mij. Ja, voor mij ook. Ja. Mortal Kombat 1 kregen we later in de presentatie ook een trailer. En hebben wij hier gespeeld. Was hier speelbaar op de beursvloer. Wat, jij bent niet groot fan van de stijl van Mortal Kombat, hè? Wat voor mij vooral triggert bij Mortal Kombat, waarom ik het heel interessant vind, is voornamelijk de storytelling en de campaign. Ja. Dat heeft voor mij bij Mortal Kombat altijd best wel gedraaid. Ja. Ik vond ook 11 echt geweldig. X heb ik zelf niet gespeeld, maar ik heb toen wel video's gekeken van wat het verhaal een beetje is, om daar een beetje over in te lezen. En ik ga het wel kopen, dat zeker, maar voornamelijk voor de campaign. Ja. Ja, nee, het is... als je Mortal Kombat 11 hebt gespeeld, dat heb ik althans opgeschreven, dan weet je exact hoe dit speelt. Het was voor mij alweer een tijdje geleden sinds dat ik... Dus ik zat, dit keer is de nieuwe gimmick, zeg maar, qua gameplay, dat zijn cameo fighters. Ja. Aan zich geen nieuw idee natuurlijk, maar... dus naast de main cast, zeg maar, van characters die je kan kiezen, is er ook nog een secundaire cast aan... cameo fighters. Deze kunnen dubbelen. Dus er zijn characters die in de main cast zitten en als cameo. Dus je kan inderdaad Scorpion en Scorpion hebben die tegen Liu Kang en Shang Tsung. Of nou, dat is volgens mij een pre-order DLC character. Dat is geen cameo. Sonya is een cameo fighter bijvoorbeeld. Ja. Frost is een cameo fighter. En die cameo fighters kan je dan oproepen tijdens jouw gevecht. Ja. Eigenlijk wat je ook al vaak kan doen in tag fighters. Dus dat je twee characters hebt. Je kan het beste vergelijken met Dragon Ball Fighters. Die heeft zo'n soort gelijk systeem. Dat je dus als jij inderdaad een combo uitvoert, kan je tijdens die combo ook dus jouw tag character oproepen. Om zeg maar die combo
te extenden. Ja. Of gewoon een eigen aanval ook te laten doen. Mm-hmm. Dat is een beetje... Ja, dat ja ik moest meteen denken aan Marvel vs. Capcom for whatever reason. Oh, ja, daar inderdaad zelf, ook. Die heb ik niet gespeeld. Ja, maar het grote verschil is dat je hier dus één health bar hebt. En dat is van jouw main character. Die bestuur je, zeg maar. Je kan niet switchen naar je cameo character, zeg maar. Om volledig te besturen. Maar het is inderdaad vooral bedoeld om... combo's uit te breiden en om... Vincent is ondertussen even een catering rondje gaan doen. YouTuber's privilege. Oh ja, dat is waar ook. We zijn YouTubers. Nee, maar ongeacht, zeg maar, door een bepaalde... Het is niet jouw favoriete fighting game per se. Het is niet mijn favoriete fighting mechanic, zeg maar, die voor wat er op de markt is, zeg maar. Ja, nee, dat snap ik. Ja. Oké, maar ik vind het wel tof, mag ik trouwens ook wel zeggen, dat die game hier dus gewoon groot speelbaar was. Tuurlijk, het komt over 3 weken uit. Ja. Maar alsnog, dankjewel Warner Brothers dat je er was, zeg maar. Yes. Ed Boon helaas niet kunnen spreken dit jaar. Maar je bent wel met hem op de... dat gaan we nog wel met. Ja. Wat spoiler. Ja, we moeten wel zo meteen in verband met de tijd, jongens. Want straks worden we weggetrapt. Laten we het dan kort even hebben over een game die wederom niet op de beurs stond. Maar wel veel tijd innam tijdens deze Opening Night Live. En het blijft een grote franchise. Call of Duty Modern Warfare 3. Kreeg singleplayer gameplay werd gereveeld. Het gaat allemaal over Makarov en No Russian, wat een controversiële missie was in Modern Warfare 2 uit 2019, waarbij je door een vliegveld heen liep als undercover agent en mee kon doen met het doodschieten van onschuldige mensen in een vliegveld. Ze teasen heel erg naar dat er een soort gelijk iets hier waarschijnlijk gaat gebeuren. In een van de trailers zat al een vliegtuigkaping, dus ik vermoed dat dat het No Russian moment wordt van deze game. Maar goed, het is de nieuwe Call of Duty. Het wordt gemaakt door Sledgehammer, die eerder Vanguard hebben gemaakt. Dat was een van de slechtste Call of Duty's in jaren. Zombies komt erin, wij zagen singleplayer gameplay. En ik denk wat het beste is om de singleplayer samen te vatten, is dat ze de Verdansk Warzone map hebben gepakt. Ja. Gewoon hebben gezegd, joh, dit is nu je singleplayer playground. Ja. Dan is het 's nachts en dan regent het en dan moet je in dit gebiedje van Warzone gaan spelen. En daarna ga je naar dus de markthal van Warzone en daarna ga je naar dat gebiedje van Verdansk. En zo maken we een toch cheap, toch effectief een singleplayer campagne. Ja. Zo kwam het op mij over, althans. Ik ook. Want zoals ik al zei, weet je, van toen wij die presentatie aan het kijken waren en wij zagen die beelden en ik zag, is dat nou niet dat is dat niet die prison? Van? Ja, is dat niet dat kasteel? Ja. Dus ik dacht van, hergebruiken ze nou gewoon dus Warzone map en gooien ze daar gewoon een campaign overheen? Ja. Dat is dus Call of Duty Modern Warfare 3. Snap je ook meteen hoe het kan dat deze game er binnen een jaar gemaakt is? En, Maar even, kijk, weet je, ik ben geen Call of Duty man, maar... Ik ook niet. Dit is toch nummer 3, nummer 2. Daar waren toch mensen super enthousiast over. En nummer 1? 1. Modern Warfare 1. 2019. Want dan ga je al. Dit is de tweede keer dat er een Modern Warfare trilogy is. De beste Call of Duty sinds jaren hoor. Ja, ik ook. Modern Warfare 2. Ik heb daar een gemengd gevoel over. Voornamelijk omdat Warzone 2.0. Ik vind dat echt helemaal niks. Ik heb maar 2 potjes gespeeld, Finn. En ik was er klaar mee. Oké. Nou. Ik ben ook klaar met Call of Duty, dus we kunnen wel door. Nou, mooi. Cyberpunk 2077. Wederom, game niet aanwezig op de beurs, niet op de business hall. Wel in deze presentatie. Phantom Liberty, de expansion, komt er volgende maand aan. Hier kondigden ze officieel aan dat de revamps die ze gaan doen in de game, waaronder nieuwe perks, het politiesysteem, wordt nu normaal. Niet meer dat politie uit het niks spawnt. Nieuwe abilities, combat. Allemaal verbeteringen. Komen ook naar de base game. Dus je hoeft niet een expansion te kopen om die verbeteringen te krijgen. Klopt. Had het ergens wel zien aankomen dat ze er gewoon geld voor zouden vragen. Ik ben wel verrast. Ik ben ook heel blij met de aanpassingen die ze hebben getoond zijn op mij, ik ben heel positief. Ik heb zelf de originele game, 2 uurtjes gespeeld, max. En toen ze vertelden dat ze de game gingen updaten, heb ik mezelf beloofd van ik wacht tot die game helemaal gefixt is. Nou ja, we zijn 3 jaar later. Eindelijk het veelbelovende
politiesysteem wat omgegooid is. Ja, eindelijk. En ik hoop dat het ook goed is. Want dat weten we ook nog niet, hoe het echt in zijn werk gaat. Er is niet echt veel over gelaten. Ja. Maar dit laat mij wel... Ik wil wel de game meer gaan spelen als dadelijk die update uit is. Ik denk dat het voor time's sake handig is als het hierbij laten voor is Opening goed. Night Live. Ja, ik ga nog wel even terug. Ja, ik dacht, nou, wat mijn idee was eigenlijk, want je zat er eigenlijk wel lekker in. Wat we kunnen gunnen doen, we kunnen die Openings Night Live kunnen we gewoon aanhouden als wat we ook gespeeld hebben. Want jij gaat maar ik heb het erover dat we niet heel veel tijd meer hebben op dit moment om op te nemen hier. Ik denk het wel. Ik ga zo eventjes checken. Ik ga, dat moet je dan eigenlijk nu doen. Nee, ik ga eventjes, want bedoel je, sloeg nu Nightingale over. En dan denk ik, ja, dat... Nee, dat komt omdat dat dan... Ik vond dat zelf persoonlijk... We hebben nog een kwartier. Als we eruit geflikkerd worden, dan zetten we er wel weer stop ergens. En dan gaan we bij de McDonald's zitten. Oké, Jim. Ja, toch. Kom op. Vincent, even voor de context. Vincent, letterlijk voor de opname. Ja, nee, maar we gaan nu in één keer gaan we ons erop knallen. Die mevrouw die zei net zo van, het is nu 7:45. Ja. Die mevrouw die zei van, hey, zeker tot 8:00, waarschijnlijk 8:30. Ja, nee, maar nu verandert je verhaal. Nee, dit is hetzelfde verhaal. Nu verandert je verhaal. Dit verhaal? Jawel. Dank je. Ik ben sceptisch, maar... We hebben nog 3 kwartier, jongens. Ja, dan nog 3 kwartier. Jij wilt het hebben over Nightingale. Ja, want ik zag dat... Kijk, ik zag dat spel, dat zag ik voor het eerst. Net als de helft van de spellen die voorbij zijn gekomen. In schandalig. Ja, ach. Weet je, ieder zijn prioriteiten. Maar... Oh, nee. Oké. niks. Dat zeg ik wel na de podcast. Ja. Hè? Maar Nightingale kwam voorbij. En ik had zoiets van, dit wil ik heel graag spelen. Een fantasy game die me heel erg deed denken aan The Forest. Maar dan in een wat aangenamer jasje. En ik was heel blij dat we dat dus ook nog, niet gespeeld, maar dat we dat wel behind closed doors vandaag... Wat je daarmee bedoelt is dat het een survival game is waarin je een basis kan bouwen. Althans, dat is wat The Forest... althans, ik kan het in meerdere... In Rust ook, maar... hier kan je dat ook doen. Basissen bouwen. Het is een beetje gebaseerd op het oude Victoriaanse stijl, hè? Ja, Victoriaans meets fantasy. En de twist van deze game is dat je niet alleen maar één speelwereld hebt waar je in kan survivalen, creatures tegen kan komen, craften, bouwen, et cetera. Maar dat je dus portals kan openen naar andere realms. En die kan je dan weer beïnvloeden door realm cards in een portal device te gooien. Waardoor je bijvoorbeeld kan zeggen, hey, ik wil een wereld waar in de sneeuwwereld. En daar zitten deze beesten met extra veel crafting material. Ja. En het is altijd nacht, bijvoorbeeld. Ja, ja, maar dus dat was me dus nog helemaal niet. Dat stuk was me nog niet helemaal helder. Is dat dan, wordt het dan ter plekke geprocedured? Of hoe is dat? Dat denk ik wel, ja. Dus dat is wel fascinerend. Je komt dus inderdaad, je kan een fijne base kan je bouwen. En je komt daar dus dan ook ter plekke, kan je ook een porteltje bouwen. Hij vertelde me. Dat klopt. Hij vertelde me dat, nou ben ik een beetje van mijn apropos. Jim die was eventjes een watertje, mistake, verwarringtje. Hij vertelde dus dat je, je kan met 6 mensen kan je spelen. Je kan in verschillende werelden tegelijkertijd zijn. Dat vond ik wel bijzonder. Omdat ik weet niet hoe dit spel helemaal gerund wordt. Maar dat was wel, dat ik dacht van oké. En het is daar namelijk zo, het is niet alsof je echt, alsof je dit spel op een server hoeft te runnen. Je hoeft niet iemand in je omgeving te hebben, wat ik echt heel fijn vind. Dus je hoeft niet te gaan wachten totdat er een bepaalde server runt of dat iemand iets gestart hebt. Nee, je hebt een soort van beacons. Ja. Heb je, en die beacons die plaats je in een wereld die dus gecreëerd is. En dan heb je in ieder geval een soort van thuisplek waar je altijd met z'n allen terecht kan gaan komen. En vanuit die thuisplek kan je ook weer de rest gaan ontdekken. Het is een spel, dat je kan het dus met meerdere mensen spelen. Het is wel een, je hebt wel individuele progressie, heb je. Dus het is niet progressie als groep. Dus het is niet als dat Rocky zeg maar ervan houdt om veel basis te gaan bouwen of besjes te koken. Dat hij dan, dat we allemaal dan recepten daarvoor unlocken. Nee, dat moet je dan wel zelf doen. Wat ik jammer vind, maar ik snap op zich ook wel waarom daarvoor gekozen wordt om dat op die manier aan te pakken. Nou, je wilt toch ook wel dat elke speler nog iets, zeg maar... Niet helemaal mee eens. Want ik bedoel, ik vond dat met The Forest, dat zat dat er dus ook niet bij. Nee. En ik vond dat wel storend, dat er dan, dus ik ben nu wezen duiken, of jij bent wezen duiken, en dan
moet je daarna in je eentje nog een keer gaan duiken om dan bepaald dat... als de groep al ergens of als je zelf al ergens een stukje progressie hebt gehad. Terwijl ik juist fan ben van, oké, jongens, het is een beetje wat, dat het iets laagdrempeliger maakt. Want er is al zoveel te doen in dat spel. En soms is het gewoon zo, ja, weet je, sommige mensen halen er gewoon plezier van om alleen maar een basis te gaan bouwen. Of, ja. En sommige mensen vinden het leuk om te jagen. Dat vind ik leuk aan zo'n spel als dit, hè, dat je allemaal een bepaalde rol kan aanmeten. Dus had ik zelf persoonlijk liever gehoopt dat je dat ook als groep kon... Wat jij ook zei, weet je, wat ik ook heel interessant vind, is zeg maar, je kan verschillende portals plaatsen die een nieuwe dimensie creëren. Je hebt een combat systeem in, maar je kan er ook dus voor kiezen om een portal te plaatsen met een wereld waar geen monsters komen. Ja, je kan een soort... Ja. Hoe het ook in zijn werk gaat van, als je die portals plaatst, heb je ook de kans dat jouw eigen wereld, jouw hubwereld, geïnvadeerd wordt door de monsters die vanuit die dimensie kunnen komen. Ja. Dus dat, ja. Dat is ook een gameplay element die in deze game... Het is wel heel grappig. Je kan eigenlijk alles naar je hand zetten. Daar komt het op neer. Want als je je dan afvraagt hoe beïnvloed je dan welke realm cards, je kan dat gewoon craften. Ja, ik vond het en jammer. Daar kan je dan ook weer recipes voor vinden en trainen en ontdekken en dat soort dingen. Dus, En het allerbelangrijkste, je kan vissen. Precies. Daar zou Jordi heel blij mee zijn. Ja. Persoonlijk vond ik het wel jammer dat het een soort kaartjes moesten zijn. Ik vond dat een beetje dat ik dacht van ja, ik ben een beetje klaar met kaartjes in videogames. Het is puur een esthetisch ding, dus ik erger me daar. Ja, of het nou bolletjes kristal zijn of kaartjes, dat maakt dan ook niet meer uit. Wat mij betreft. Nee. Het kwam februari in Early Access deze, toch? 22 februari in Early Access op PC. Dus eerst inderdaad een Early Access periode. Waarbij ongetwijfeld heel veel getest gaat worden. Waarbij heel veel bugs ontdekt gaan worden. Waarbij mensen gaan klagen. Het is nog maar de vraag wat het uiteindelijk gaat worden. Maar we hebben andere... Nou ja, The Forest was ook een game die heel lang in Early Access is geweest. Nu Sons of the Forest. Ja. Het vervolg is sinds een half jaar in Early Access. En volgens mij verloopt dat wel lekker qua... qua Early Access, zeg maar. En dat daar progressie in zit. Dus je zou inderdaad ook gewoon nog kunnen wachten. Ik weet trouwens niet wat het... Ik ga er trouwens gewoon vanuit dat het een koopgame wordt, zeg maar. Dus geen free-to-play. Nee, daar ga ik ook vanuit eigenlijk. Ik heb nooit de associatie gehad van dat dit gratis ging worden. Nee, want dat krijg je wel dan vaak met kaarten. Maar dit zijn gewoon crafting kaarten. Ja. Het zijn geen... Je hoeft geen €5 te betalen om zeg maar de forest card te krijgen. Ja, niet voor zover wij weten. De kannibale kaart. Nee. Ik moet wel zeggen, kritisch noot... Het deed me inderdaad heel erg denken aan survival games. In de zin van dat alles er wel. En dan heb ik het niet over lag. Want hier op de beursvloer ben je vaak ook afhankelijk van een online server en zo blablabla. Daar hadden ze problemen mee. Maar ook gewoon hoe de combat liep en zo. Ja, dacht dat ik wel was, van ja, dit is alweer typisch ook, survival. Ik heb heel veel punten heb ik opgeschreven. Ik bedoel, ik vond het annoying dat die sprites heel erg in je gezicht kwamen. Dus dat die plantjes niet voor je opzij gingen als je door het moeras heen liep. Dus er waren best wel wat... Dat kan Rocky maar uitleggen. Ik bedoel, er was een moment, dan heb je dat mes en dan kijk je over het water en dan zie je dus over het hele water de schaduw van je mes zitten. Oh ja, dat is een ding, zeg maar, met het... even kijken. Je hebt, zeg maar, verschillende sky-based reflections, is dat, zeg maar. Dus dat is gewoon een projectie op het water. En als je met die daar dan niet hoort te zijn. Ja, die hoort daar niet. Ja, dat vond ik super annoying. Het is geen ray tracing. Nee, dat precies. Dat heb je ook bijvoorbeeld, zeg maar, als je heel snel je camera beweegt naar rechts en links, dan zie je het water aan de zijkanten net dat die niet goed inlaat. Ja. Zeg maar. Dus dat heb je in heel veel games inderdaad. Ja. Nou, het viel me dus ook op dat de textures nog ingeladen werden, maar dat kan dus internet... Kan dat zijn, denk ik? Nee, dat niet. Nee. Het internet is echt dat hij soms, zeg maar... Dat het stotterde, zeg maar. Dan merk je, dit is online. Dat zei die developer. Nee, dat is voornamelijk echt je RAM-geheugen en zo. Ja. Die gewoon niet goed geoptimaliseerd is, bijvoorbeeld. En de game is nog niet goed geoptimaliseerd. En ik vond de interface echt heel lelijk. Die dikke letters 26, die half groot in je beeldscherm. Ik voelde de impact niet. Dat was ook vertraagd. Dus dan slaat hij, zeg maar. Een en dan, pijl, je hebt niet het gevoel alsof die monsters echt raakt. En ook dat er dan zo'n getalletje tevoorschijn komt van je hebt hem geraakt, hoor. Je hebt hem geraakt. Je hebt 26 schade gedaan. Alsof je een high score schiet, weet je. Van je gooit een basketbal tegen zo'n ding. Ja. Ding, 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 ding. Zo voelde ik het. Maar met dat retro fantasy-achtige gevoel met de Victoriaans bedoel je? Ja, ook weer Breath of the Wild. Met dat parapluutje. Ja.
Of Mary Poppins natuurlijk, ja, is gewoon ja. Mary Poppins. Ik kon me nog wel herinneren toen bij Night Live. Dat, volgens mij was jij dat, Vincent, die opmerking maakte. Nou, ik vind die paraplu-animatie wel weer... Of was jij dat, Jim? Ja, nee, die was heel lelijk in de trailer, ja. Ja, dat was wel echt heel lelijk. Daar denk ik wel van, als ik marketingmanager was geweest... Had je die niet getoond? En die animatie zit zo in die... Dan had ik gezegd... Of we gaan nu een animatie fixen, of we halen dat shot eruit. Dat had ik wel gedaan, ja. En maar terwijl, dan gaan we hem hier neuken. Ik denk dat ik ondertussen eventjes ga kijken voor... Hoe laat? Hoe laat nog? En gaan jullie het dan over Sonic hebben? Oh, dat kan, ja. Sonic Superstars. Ik kreeg onder andere ook een trailer tijdens Opening Night Live. Die heb ik dan zelf niet als highlight opgeschreven. Want toen zaten we alleen nog... We hadden toen nog niks gespeeld op de beurs. Maar we hebben hem gespeeld op de beurs. Sonic Superstars, 2D Sonic game, komt uit... Op een datum waarop je eigenlijk totaal geen Sonic game wil plaatsen, 20 oktober. Dat is de datum van Spider-Man 2, maar nog belangrijker voor Sonic, de datum van Super Mario Bros. Wonder. Yes. Het is een 2D Sonic game die eigenlijk does what new Super Mario Bros. Did years ago. Maar alsnog, dit keer is het een 2D Sonic game waarin je met andere spelers tegelijkertijd op het scherm ook mee kan spelen. Ja. Ik weet het, Sonic fans, in Sonic 2 kon je dat al. Er kon een andere speler, kon Tails spelen. I know. Ja, je kan het best vergelijken met Super Mario 3D World, right? Nou, New Super Mario Bros. Wii zat ik vooral aan te denken. Met z'n vieren kan je nu Sonic spelen. Characters zijn Sonic, Knuckles, Tails en Amy. Ja. Zou je denk ik niet verbazen. Wie weet zit er nog een geheime vijfde character in. Zou me niks verbazen als Shadow of zo. Weet was dat veel. Niet in de trailer dat je een custom character kon maken? Dat was ook zo. Ja, je kan een custom character maken, ja. Daar konden wij dan weer niet meer spelen. We kregen toegang tot 2 werelden of 4 acts. 2 levels in ieder. Met aan het eind... Ik heb eentje gespeeld, maar jij hebt ze allebei gespeeld. Ja, een soort Green Hill Zone-achtige en Speedy Jungle. Ja. Wat ik vond het echt heel erg leuk spelen. Ik ben niet de grootste Sonic-fan. Zowel van 2D Sonic niet als 3D Sonic. Maar ik vond dit wel echt lekker spelen. En ik vond het vooral... Ik vond het heel vermakelijk. Ik dacht, nou, dit is gewoon... speelt lekker. En tof level design. En... grote levels vooral. En er is veel te ontdekken. Want op een gegeven moment... kom je dan zo'n grote, gigantische ring tegen... Ja. Daar kon je inspringen. Dan moet je grab the thing. En dan moest je een soort van slinger minigame doen. En dan kreeg je een Emerald Power. Die heb ik gemist. Die heb jij gemist. Ja. Arme jij. Want dit is wel echt een groot element van de game. Denk ik dat het gaat worden. Zeker als je alles wil ontdekken in de wereld. Dus in een van de zones kreeg ik een Water Power. Oh. Waardoor ik dus in water veranderde. En als Sonic dus op watervallen kon klimmen, zeg maar. Oh, ja. Nice. En de andere was Avatars. Waardoor er allemaal kloonversies van mijn character door het scherm heen kwamen. Dit kon je dan vooral gebruiken om het aan te vallen. En er waren dan sommige momenten dat er dan op verschillende hoogtes allemaal ringen waren. En dat was dan ook... Het game geeft dat dan ook aan. Gebruik nu je power. Zodat dan al die ringen gepakt worden. En al die enemies ook meteen verslagen worden. Dus dat was heel erg tof. Dat vond ik heel erg leuk. Dat daar nog een extra motivatie zit voor die Sonic fans om alle Chaos Emeralds te gaan verzamelen. Okay. Ik kan me ook zo voorstellen dat de ending boss fight met de Chaos Emeralds, dat je dan al die powers moet gaan gebruiken, weet je wel. Ja. Nou, wat ik dus wel heb gezien, zijn zeg maar wat ik heel tof vond, de eindbazen. Dat zijn niet zeg maar je typische Sonic eindbazen. Je moet wel echt een beetje gaan uitzoeken van hoe moet ik deze baas zeg maar hitten. Ja, dus, ja het is niet meer Eggman, ik hit hem 3 keer en hij is dood. Hij is dood, nee. Dus je moet echt de boss een beetje analyseren van wat zijn moves zijn. En hoe Sonic, met als Sonic, hoe je daar kan op anticiperen. Wachten op het goede moment. Ja, inderdaad. Want ik tegen een boss gespeeld die een keiharde panzer had. Die ik dus niet kon... zeg maar robotaap. Robotaap, die ik niet kon dashen met Sonic. Dus ik moest op het moment, hij schiet van die grote elastische handen uit... Je schiet die op Sonic. En dan moet je op de juiste timing moet je op een bepaalde hoogte springen. Zodat die zo'n arm afvuurt. En dat stapelt zich dan op tot je omhoog kon. En dan moet je, terwijl hij weer zo'n arm uitschiet, dat hij hem zichzelf raakt. En dan heb je een hit. Ja, dat was heel leuk. Ja. En die elementen kwamen ook zeker terug in de andere boss fight in de game. Dus ja, ik denk dat ze hier gewoon een hele goede hit te pakken hebben.
Komt uit op alle platforms, dus PC, PS4, PS5, Switch. Xbox, Switch. Ja. Ik vind het wel heel... Nou ja, ik zou het uitstellen als ik hun was. Al is het alleen maar omdat je gewoon niet... Mario Wonder. Op Mario Wonder wil zitten, ja, op diezelfde datum. Je zou dan natuurlijk het argument kunnen geven... Ja, maar op PlayStation en Xbox is geen Mario. True. Maar ja, op PlayStation heb je op diezelfde datum Spider-Man. Ja. En ik weet nou niet zeker of Sonic nou zo populair is op Xbox. Maar dan, beledig ik misschien nu een hele specifieke groep Sonic-spelers die ook Xbox daar aan zijn. Ik ben positief verrast. Ja, nee, ik vond het ook heel leuk. Dit was echt heel tof. En ja, toch echt een viering van Sonic. En zo werd het ook een beetje gevierd op de stand. Met allemaal historische beelden waren er. Er was een groot standbeeld van Sonic met de aardbol op zijn vinger. Die draait als een soort basketbal. Of op zijn hand. Nou ja, dat is zeg maar een oude statue die volgens mij tijdens de Sega Saturn launch ook werd gebruikt of zo. Dat soort dingen. Een grote Lego Eggman en Sonic die stonden daar. En oude games stonden in een vitrine. Dus dat was al heel erg... Je kan zeg maar merken, hey, we willen weer... Sonic was ook wel prominent inderdaad aanwezig op de games. Ja. Vooral ook op Lego gebied. Ja. Er is trouwens ook een update voor Sonic Frontiers aangekondigd. Oh ja. Waarbij er nieuwe story, nieuwe characters, nieuwe gebieden komen. Ja. En dat wordt gratis. Nou ja. En dat komt in september geloof ik voor eigenaren van Sonic. Oh, het is gratis? Ik dacht dat het in een seizoenspas zat. Maar dat... Oh, ik dacht dat het een free update zou worden. Zeggen. Nu wat mis. Oké. Okay. Next up. Een game waar ik totaal niks mee heb. Maar Vincent wel. Sterker nog. Jij hebt gesmeekt. Ja, hebben we tijd om het hierover te hebben trouwens? Heb je ik heb geregeld dat wij hier met z'n drietjes gewoon tot 2030 door mogen gaan. Oh, okay. Nou. Met de baas gesproken. Oké, dan hebben we nog een half uur om alles te koffen. Oh jeetje. Yes. ARA History Untold. Ja. Vincent, jij hebt Xbox kant gestalkt. Ja, ik had het meteen opgeschreven. Ik dacht, oh, dit lijkt me leuk om dit te spelen. Kwam omdat het deed me heel erg denken aan een mix tussen Anno en Civilization. Nou, dat zijn beide spellen die ik heel, heel, heel graag speel. Waardoor deed me dat denken? Nou, dat kwam eigenlijk het realisme van Anno. Anno heeft een bepaald soort realisme. Civilization heeft een beetje cartoony-achtige vibe. Maar ik zag dus... ik zag een soort mix ervan. En ik ben inderdaad... Ik heb 3 dagen lang heb ik Xbox gestalkt. En uiteindelijk werd dat stalken werd beloond. Die meneer die had het erover van... je bent hier nou zo vaak geweest. En kom alsjeblieft vandaag om 1:30, kom langs. Ik kan je heel veel dingen kan ik doen. Ik kan een privé interview voor je regelen. Je kan fastpass naar de booth. Ik zeg, luister, je maakt me blij als ik alleen al mag kijken naar hoe iemand aan het spelen is. Waarom is Starfield niet speelbaar? Ja, dat klopt. Maar dan, dat is ik niet weet zo. Dat de context is dat die game volgende week uitkomt. De context is dat je echt iemand ziet spelen. Starfield werd niet echt door iemand gespeeld. Dat was gewoon een opgenomen presentatie. Oké, true. Ja, dus dat is vind ik een gigantisch verschil. Dus ik mocht dat ruimtetje in. En ik word ontvangen door 5, 6 developers die er allemaal staan. En allemaal super enthousiast. En die man die was nog in Amsterdam geweest. En toen dacht ik, ja, alleen maar omdat ik Nederlander ben, gaan we het over Amsterdam hebben. Ander onderwerp. Maar dat is altijd natuurlijk zo. Als je in het buitenland bent, I am from the Netherlands. Yes, I've been to Amsterdam. Dat is zo'n soort standaard dingetje. Yeah. Maar goed, wat ik wel leuk vond, was dat die man, omdat het natuurlijk iemand is die met zo'n city builder-achtige element daarin zit, dat hij ook zoiets zegt van, ja, weet je, die layout van Amsterdam vind ik zo mooi. Hè, de manier waarop het gaat. Hij zegt, kom ik uit Amerika. En dat is allemaal hetzelfde. Dus ik vond het heel wel leuk dat hij met een bepaalde blik ook dan naar steden in Nederland keek. Maar ik was de enige die kwam opdagen. Want die andere mensen die daar dan een slot hadden, waren er niet. En ze zeiden, ja, jij bent de eerste. Als ze nog binnenkomen, ja, dan gaan hun maar kijken. Ga jij lekker spelen. Nou, en zo geschiedde het. Dus ik mocht ermee aan de slag. Wat voor game is het, Vincent? Nou, het is dus van de makers van Civilization 5. Ja. Dus dat wist ik niet. Maar het is dus gewoon Civ. Ja, jij weet wat voor type game het is. Een city builder. Niet echt city builder. Het is net iets een meer. Een grand strategy game. Ja, het is een grand strategy game. Het is de bedoeling zeg maar dat je eigenlijk vanaf het begin van je... Ja, ik ga toch civilisatie zeggen. Je staat aan het begin van een civilisatie en je gaat
Je gaat het opbouwen, dus je gaat door de bronstijd, je gaat door de kopertijd was het dan toevallig ook. Dus je gaat door diverse momenten van de geschiedenis heen en je speelt met personages zoals Jeanne d'Arc. Dat zijn eigenlijk je leiders en ik speelde dus met Jeanne d'Arc en zij begeleidt jou dan door het spel heen. Ik kan niet anders zeggen dan dat dit gewoon een andere versie is van Civilization. Maar er was wel iets anders. En ik vond dat eigenlijk niet, daar was ik niet helemaal fan van. Gelukkig kan je het uitschakelen. Maar ze hebben er een soort Battle Royale element hebben ze erin ingebracht. Je kan dat spel, kan je dus met meerdere mensen, met 13 volgens mij, kan je dat spelen. Oh. En iedereen die na zoveel turns onderaan staat, die wordt geëlimineerd. En op die manier proberen ze te voorkomen dat je niet 14 uur hoeft te wachten. En wat ook anders is, het is niet meer een turn-based strategy game daarin. Iedereen doet simultaneously de turn. Dus iedereen klikt en dan pas wordt het uitgevoerd. In plaats van dat je moet wachten, Jim is eerst, dan is Rocky, ben ik. Dus je hoeft niet, je wacht niet dat patroon, wacht je. Kan dat dan niet nadelig werken? Want je weet natuurlijk dan niet wat je tegenstander doet. Ja, precies. Maar dat doet me dus heel erg denken aan een bordspel. Dat heet Diplomacy. Ja. En dat bordspel dat draait dus om dat je met z'n allen tegelijkertijd doet. Dus ik kan dus zeggen, Jim, de volgende ronde gaan wij de oorlog in met Rocky. Maar vervolgens join ik Rocky in de oorlog tegen Jim. Zoals het in het echt dus ook gaat. Ja. Dus dat is een beetje net een andere manier van onderhandelingen. Er moet nog het een en ander, ander getweakt worden. Ze hebben voornamelijk nu gefocust op gameplay. Daar waren ze zich ook bewust van. Want ik zeg ze van, ik zit nu in de bronzen tijd. Ja, sorry, we weten het. Je gaat nog je visuele beloningen ga je krijgen. Dat je daadwerkelijk weet wat er nu precies gaande is en wat voor element je is. Ik ben heel erg enthousiast over dit spel. Het is niet een Civilization 7. Civ 6 bestaat, hè? Dat is Civ 7 is het inmiddels, hè? Zou moeten komen. Ik vind het heel fascinerend. Volgens mij wel, ja. Ja, die is dus niet aangekondigd nog of zo, hoor. Maar dat is... Want Civ 6 is niet ontwikkeld door de ontwikkelaar van Civ 6 is dus 5. Niet ontwikkeld door deze mensen. Nee, het zijn dus een aantal developers van Civilization 5 die met elkaar zijn gekomen. Die hebben dus Axsight hebben zij opgericht. En dat is dus een team wat inmiddels ook heel groot aan het worden is. Want ze kregen een telefoontje van Xbox natuurlijk. En Xbox was, willen jullie voor ons zoiets maken? En het was, Dus zodoende is Era, zo werd het natuurlijk PR-technisch werd dat verteld. Maar zodoende geschieden Era. Dus enthousiast. Oké. Nog een paar notes dan van Opening Night Live. Er was een gekke animatiegame, dat heette Thank Goodness You're Here. Dat zag heel erg grappig uit, wil ik toch een shout-out geven, met name voor de animatie. En de presentatie werd afgesloten met een nieuwe trailer voor Alan Wake 2. De horror game van Remedy die met 10 dagen is uitgesteld sinds een week. 27 oktober verschijnt in nu 2023 op PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X. Het is een game waar ik heel veel zin in heb. Echt ontzettend veel zin in heb. En dat komt met name omdat ze in deze trailer veel live action lieten zien. En dat is iets wat ze ook heel effectief gebruikten in Control. Het is niet het hoofddeel van die game. Maar het was echt wel heel vet hoe ze daar bij bepaalde elementen dan dat er ineens een live action acteur op een scherm bijvoorbeeld geshowt wordt. Of als grote wazige projectie in de wereld. Ja. En daar gaan ze hier dus ook gebruik van maken. En ik moet toch zeggen, natuurlijk zie je de switch wel tussen live action en de graphics, de in-game graphics. Maar toch wel echt verdomde indrukwekkend hoe die game eruit ziet, hoor. En het is, het leunt ontzettend erg op horror. En Silent Hill 2 remake gaan we waarschijnlijk dit jaar niet meer krijgen. Anders was dit ook wel weer The Year of Horror geweest. Dat is het eigenlijk al. Met Dead Space, Resident Evil 4 en Alan Wake 2. En Alone in the Dark ook nog eens, jongens. Nou, wat een feest. Of dat een goede wordt, dat moeten we nog eens zien. Dat is wat lager budget. Wat vond jij hiervan? Is jouw take on Alan Wake? Ik kan daar niet echt een mening over geven. Van wat ik heb gezien, super tof. Alleen ik ben niet echt een fan van het horror
Want het is heel psychisch ook, hè, ja. Volgens mij. Worden we eruit getrapt? Nee hoor, we gaan gewoon lekker door. Oh, okay. Er stond net iemand het moest zo snel mogelijk, snel. Ik zei, ja. 20-30. Dus ja, er stond net iemand even op zo'n horloge te tikken. Het zal niet de eerste keer zijn dat we worden getrapt. Precies. Nee, dat heb ik ook gezegd tegen hem. Of wil je dat we naar de McDonald's gaan? Ja. Nee. Okay. Om even terug op te komen. Oh ja, sorry, ja. Ja, psychische horror, dat spreekt mij zelf niet echt aan om dat in mijn eentje te gaan spelen, ook voornamelijk. Nee. Dus ga ik het proberen? Waarschijnlijk, maar ik moet het even afwachten. Drukke periode, dat voornamelijk. Een week na Spider-Man, een week na Super Mario Brothers Wonder en Sonic Superstars. En waarschijnlijk zit ik dan nog in Baldur's Gate 3. Dus. Nog steeds. En wacht. Misschien. Maar. We gaan het zien. Oké, we hebben nog meer gespeeld tijdens Gamescom. Veel meer. Ik vind het eigenlijk wel goed iets om daar op een later moment op terug te komen. Wederom ook vanwege de tijd. Want we hebben juice beloofd. Oh ja. Fucking veel juice. Ja. Wij zijn dus opening night. Het gaat nog steeds allemaal over. Nou, oké, we hebben natuurlijk ook dingen gezien en gespeeld. Dat hebben we hierin meegenomen op de beurs. Dat was ook een groot deel van wat we hebben gezien en gespeeld overigens ook. Ja. Opening night live. Wij zijn daar dus, zoals we net omschreven, stiekem door de backstage. Ja, we zijn via de achterdeur naar binnen gekomen. En jij dacht... Dat is toch de meest logische conclusie, dat je ook weer via de achterdeur naar buiten gaat. Ja, dus Vincent ging... jij dacht, nou, dan gaan we inderdaad ook weer via dezelfde weg naar buiten. Aan de andere kant staat de auto. Ja. Ja, dus ik wil wel dezelfde route teruglopen als dat ik heen ben gekomen. En waar kwamen we vervolgens terecht, Vincent? Nou, ja, toevallig had ik dat al wel gezien, waar we terecht zouden kunnen komen... Dat was voor jou nog niet helemaal duidelijk. Nee, ik had geen idee. Ik bel Jim op. Ik zeg, ja, Jim moet nog komen. Dus ik loop met mijn camera via de achterdeur naar binnen. Het bord wordt wederom voor me open gedaan. Want ja, weet je, mensen hebben hem al gezien lopen. En ik gebaar, Jim, je moet nu eventjes deze kant op komen. Want we hebben afspraken, bla 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 bla. Waarom zijn we al, 11 uur zouden we nog afspraken hebben? Wat is het? Dus ik kom Jim. Jim komt eraan. Ja, ik kom eraan. Rocky, die loopt erbij. En ik geef eventjes een pauze, want ik moet ondertussen weer eventjes iemand wegsturen. Oh, Jim? Mag ik weer verder gaan, wat er is gebeurd. Oh, nou ja, Vincent die loopt door. En wij moeten door zo'n soort slingergordijntje moeten we heen, Rocky. En we staan ineens op een feestje. We staan ineens een of ander VIP loungefeestje. Ja. Met daarbij alles wat je zeg maar verwacht van een VIP launchfeestje. Ja. Gratis drank. Champagne, wijn, bier. Laten we het maar niet hebben over het eten. Eten was er. Was niet heel smakelijk. Nee. En nou ben ik niet degene die snel klaagt over gratis eten. Maar hoe was deze wegstuurronde, Vincent? Dan gaan we gewoon door. Oh, oké. Okay. Nou, ik wil het toch even weten, zeg maar. Ja, nee, weet je, het is zeg maar... Niemand communiceert hier ook echt met elkaar. Het is nu zeg maar 7:55 en we moeten hier eigenlijk al 11 minuten weg zijn. Maar ja. Ja, mensen zeggen je mag eerst tot 20:30. Ja, ik hou me gewoon aan de afspraak die ik met een zekere mensen heb gemaakt die daar niet de bevoegdheid voor hebben gehad. Maar dat maakt niet uit, want ze weten niet wel of geen bevoegdheid hebben hier. Nou ja, dat is dit is zeg maar dezelfde tactiek waarmee we dus ook de opening komen. Want, maar dat dus, niemand, ook terwijl we zeg maar door alle hallen liepen voor opening night live, niemand heeft ons aangesproken met hey, behoor jij hier wel te zijn, vraagteken? Ja, officieel horen we hier in deze ruimte ook niet te zitten. Nee, wij zitten in de creator lounge. We zijn pers en we zijn geen creators. We zijn podcast creators. Maar ik vind dat we wel een creator zijn. Waarom zitten we hier trouwens? Omdat dit een plek is die redelijk rustig is. Behalve als het sluitingstijd is. Oké, maar wij kwamen dus op een VIP-party terecht. En hier was voor een groot deel... De crème de la crème van de game. Nou, oké, dus misschien een beetje overdreven, maar er waren wel wat videogame celebrities waren er aanwezig. Ja. En we hadden nog niks gegeten. Nee, dat klopt. En er was al bier. Nou, die noedels die ze daar inderdaad serveerden, dat was helemaal niks. Nee. De vegetarische hummus broodjes, die vielen ook krenterig uit elkaar. Oh. Dus ja, wat krijg je als iemand niet heel veel gegeten heeft? Maar wel twee biertjes achter elkaar kukelt. Nou ja,
dan krijg je mij met een... Met een hele kleine laag joligheid. Ja, dikke joligheid en ook... En een no-care mode. Vooral een joloogheid krijg je dan. Dus ja, de eerste persoon die ik zag waarvan ik dacht... Holy shit, dat is Sam Lake. Dat is de schrijver van Alan Wake 2. Ook schrijver van Control, Alan Wake 1, Max Payne 1 en 2. En tevens ook het gezicht van Max Payne. Ja. En als een motherfucker ben ik gewoon op hem afgestapt... En ik wilde gewoon een foto van deze guy. En wat voor foto kreeg je, Jim? Ja, ik kreeg een fantastische foto. Ik met een bierflesje in mijn hand, ook heel typerend. Maar hij met zijn Max Payne gezicht. Volgens mij is hij dat gewoon gewend dat hij ook daarvoor op de foto wordt gevraagd. Maar ja, toen was er een trend gezet, hè mensen? Ja, jij moest zeg maar alle kaartjes verzamelen. Ik moest, op dat moment was ik obsessed met kaartjes verzamelen. Dus ik ben met onder andere ook met Leon van Ubisoft ben ik op de foto geweest. Voor veel mensen geen celebrity, maar ik weet zeker dat er mensen zijn binnen de Nederlandse scene die graag met hem een avondje zou willen spenderen. We zagen Troy Baker. Ja. De stemacteur achter Joel van The Last of Us. Achter Bokker van Bioshock Infinite. En was daarvoor een game genaamd Fort Solace. Zat ook in de presentatie van Jeff Keighley. Waarvan hij nu ook als voice actor werkt, maar ook als developer. Oh, kijk eens even. Ja, maar goed, ja, als je dan fucking Troy Baker kan ontmoeten, dan wil je dat toch wel, zeg maar. Ja, dat is wel echt een celebrity. En het was zeg maar elke keer ook, als ze net even een drankje gingen pakken, net even alleen waren, kwam deze paparazzi kwam dan ineens van een tafeltje vandaan. Maar wacht even, ik moet er wel even ondertussen bij zeggen, het is niet... Jim, zeg maar, was niet de enige fanboy daar. Het is dus niet alsof Jim deze mensen... Nee, want de crew van Power Unlimited... Iedereen, deze mensen stonden daar gewoon omdat iedereen met ze op de foto wilde ook. Ja, dus dan moeten we even erbij zeggen. Kijk, de crew van Power Unlimited was erbij, stond erbij en keek daarnaar. Bij Sam Lake hadden ze iets van, oh wat schattig voor deze jongen. Hoe blij kan die zijn met een foto met het gezicht van Max Payne? Dat vond ik fucking gruwelijk. Ja. Bij Troy Baker zwichten ze toch wel een beetje. Hè? Het was wel zoiets van, nu willen we eigenlijk ook met meneertje Troy Baker op de foto. Vervolgens kwam Ed Boon ook naar de bar. Een van de mensen achter Mortal Kombat. Ja, ook even mee op de foto, hè? Ook even mee op de foto. En toen zei Leon van Ubisoft, hey, zou ik je aan Jeff Keighley even voorstellen? De man van de show, ik zo. Ja, tuurlijk joh. En dat was eigenlijk het enige moment dat het fucking awkward werd. Want... Bij al die andere gasten, ik weet gewoon hoe je... Dit is trouwens hoe je met celebrities op de foto moet gaan. Goed advies ook dit. Maar inderdaad, zoek een moment dat ze niet actief in gesprek zijn met iemand. Want dan ga je iets onderbreken. Dat is vervelend. Dus zo van, wat wil je? Ga er ook niet bij staan als dat zo is. Nee, sta op een afstand. Ook zonder dat het echt opvalt. En zodra ze dus inderdaad alleen zijn... Dat je dan confident op ze afstapt. Dus niet soort van, oh, ik weet niet of ik dit durf hoor. Nee, gewoon erop af. En gewoon meteen zeggen, hey, naam. In dit geval, hey Sam, zei ik ook gewoon. Ik bood mijn hand aan, gaf mijn hand. I'm Jim from the Netherlands, big fan of your game. Gewoon complimenteer ze even, want dat is ook waarom je op ze... als je ze wil ontmoeten, dan is daar een reden vaak voor. Ja. Ik ben fan van dit en dat. En dan een klein gesprekje, kleine small talk. Zij hebben natuurlijk ook zoiets, wie de fuck is deze guy? Mag ik met je op de foto? Dat is mijn strategie geweest bij al deze gevallen. Maar het klinkt nu als een strategie. Ik moet ook even beamen. Het is ook genuine. Het is oprecht. Dat is waar. Ja, nee, dat is zeker dus waar. Ja, nee, ik ga niet even, zomaar op iemand af. Nee. Dus behalve dus, misschien Jeff Keighley. Nee, maar ik bedoel dus... Ja, oké. Maar ik bedoel dus echt, zeg maar... Ik bedoel, anders komt het er echt over alsof je dus paparazzi bent die alleen maar... bent op een feestje. Nee. Oprecht wil jij zeg maar iemand aanspreken en bedanken, zeg maar, voor zijn werk. Zeker, ja. En die mogelijkheid je hebt. Dus het is daadwerkelijk... En tuurlijk wil je dat fotokiekje wil je hebben. En die man weet ook dat je een fotokiekje wil hebben. En die geeft dat. Maar dat is dus eventjes om dat duidelijk te maken. Dat het niet een soort van een of ander stalkerfest was. Maar je was wel heel blij. Ik was super blij. Ja, nee, ik was echt heel blij. Ik was echt zo... Ik vind, ja, het is wel waar wat je zegt. Het zijn legends dit. Ed Boon is... Gewoon Sam Lake, Ed Boon, Troy Baker. Het zijn legends. Allemaal betrokken geweest bij games die ik op zijn minst heel erg waardeer. En dan zijn The Last of Us...
is een van de beste games ooit gemaakt. Ja. Tuurlijk, hij heeft die game niet... Nou ja, hij heeft hem wel voor... Hij speelt een hele belangrijke rol, Troy Baker. Je kan zeggen, hij is maar een acteur. Is ook ergens zo. Maar ja, zijn performance van Joel... Ja, zonder hem hadden we ook nu niet bijvoorbeeld die HBO-serie gehad. En wie weet wat het was geworden als iemand anders Joel was geweest. Weet je ook niet. Maar die man doet goed werk. Troy Baker is dan ook wel echt typisch acteur, ook wat dat betreft. Weet ook wel dat hij populair is. En dat het een knappe man is. En dat hij heel lang is. Maar goed, dat doet er niet toe. Bij Jeff Keighley ging het net even wat anders. Want toen ging Leon van Ubisoft inderdaad, die zei, zal ik je even voorstellen. Ik dacht, ja, weet je, als we toch op de fototour zijn, dan willen we ook de man zelf hebben. En dat was awkward. Want hij was in gesprek met iemand. Al. Mm-hmm. En dan merk je ook, dan sta je er soort van bij te wachten. Van, hé, mag ik nu jouw momentje even hebben? En dat was echt... ik voelde me dan ook niet comfortabel. Nee, snap ik. En, maar ik met Jeff Keighley, zeg maar, hij was daar de man van de show. Ja. En bedoel, mensen die daar op dat feestje staan, die hebben goudgeld betaald om op dat feestje te staan. 150k in sommige gevallen. Voor een 30 seconden trailer in de show kostte 150k. En dan, ja. Precies, dus dan is het zeg maar van, oké, weet je, dan moet je daar ook gewoon op dat feestje staan. En dan moet je gewoon ook die fotootjes uitdelen met mensen. Bedoel, ja. Zo zit dat in elkaar. Daar. Ja, nee, Jeff was ook niet onaardig of zo. Nee, maar hij werd echt lastig gevallen, ja. Joh. Ja. Echt, er kwam ook zo'n guy, kwam er op hem af. Maar dat merk je als mensen echt wat van je willen, dan dragen ze te nette kleding. Je hebt zoiets als nette kleding en je hebt te nette kleding. Zo'n guy, super strak in pak, zo'n fucking servetje in zijn zak, weet je wel. Kwam meteen met zo'n pagina op zijn telefoon. Hey man, ik ben van dit. En hij zei, oh, we moeten een keertje praten. En dan denk ik, ach, godverdamme bro. Een beetje slijm, volgend jaar trailertje. Ja, wat je wel merkt is dat je voornamelijk mensen daar zag die een bepaalde... agenda missie, in. Ja, die hebben dan een missie. Op een gegeven moment was het voor mij een missie om met mensen die ik tof vind op de foto te gaan, maar ja. Nou, in ieder geval te spreken. Kijk, weet je, wij hebben daar niks te verliezen. Nee. Dat is waar. We hadden uit een feestje getrapt kunnen worden, precies, waar we niet voor waren uitgenodigd. Nee, precies. Maar heel veel mensen die daar waren hadden wel wat te verliezen. En dan merk je toch ook op zo'n feestje, zeg maar, het is niet echt een feestje. Het is meer zeg maar van, het is een soort van, maar het is ook niet echt een borrel, want iedereen staat toch een beetje aan zijn eigen netwerk tafeltje. Borrel, maar dan staat er, ik vind het dus heel awkward, er staat dus een DJ die staat daar te draaien en niemand danst. Niemand danst. Dus tot, wat deed Rocky? Tot Rocky zoiets heeft van, hey, laten we dansen. Wat uiteindelijk resulteert in dat er maar 3 mensen staan te dansen, plus een vierde. Dus, maar goed, dat geeft ook aan, zeg maar, want je ziet wel mensen kijken. En mensen willen bewegen ook een beetje. Ja. Maar ze willen ja, want jij hebt tot 3 keer toe heb jij Roger Clark uitgenodigd. Ja. En Roger Clark is ook stemacteur. Deed de stem van, god, nu ben ik zijn naam kwijt, main character in Red Dead Redemption 2. Goeie vraag. Well. Maar hij zat ook in die Fort Solace game met Troy Baker, dus daarom was hij daar. Ja. Ja, die stond echt de hele tijd een soort van aan te staren. Zo, godsamme eigenlijk. Hij wilde echt meedansen. Dus, ja, we hebben geprobeerd om 3 keer over de streep te trekken, maar het... Dat lukte niet, hè? Het lukte niet, nee. Moet je dus nagaan, er staat er dus zo'n DJ op zo'n super... Ja. Nou, niet super formele maar wel op een podium. Maar, er staat een DJ op een podium klein en de dansvloer is leeg. En de dansvloer is leeg, ja. En dan zie je daar 3 gamergeeks. en een ruby. Zonder schaamte. En een ruby. Ja, een ruby. Jij ging op de dansvloer af. Ik volgde jou, want ik dacht, tuurlijk gaan we een feestje bouwen. En zij, een ruby, we weten niet van wie of wat ze was. Ergens vind ik dat ook wel leuk, dat we niet weten wie het was. Ze heette Ruby, zei ze. Ja. En zo, finally! En toen was het helemaal vissa. Zij moest dan op een gegeven moment weg. Maar we hadden ook nog geprobeerd om Power Unlimited mee te trekken, maar die durfde ook niet. Ja, gasten, kom op, man. Maar het was een leuk feestje. Ja, maar er zijn ook een paar mensen later in de week die niet op de foto hebben gekregen. Nee, ik heb een blauwtje gelopen, jongens. Een blauwtje gelopen met ook een invloedrijk man. Binnen gaming dan natuurlijk. Je hebt businesshallen. En in die businesshallen zijn wc's. Gelukkig maar. Zelfs in de businesshallen zijn dat plekken waar je zeker na het midden van de dag niet meer in wil. Je wilt er ook niet langslopen eigenlijk, want die walm die eruit komt, gadverdamme. Maar goed, als je moet, dan moet je. Dus ik moest naar de wc en daar kom je mensen tegen. Althans, in dit geval, terwijl ik naar buiten liep, zag ik een kleine man zag ik naar binnen lopen met een opvallende koep haar en een heel erg bekend hoofd.
Helemaal als je de marketing van Starfield hebt gevolgd, mensen. Of als je Fallout of als je wel eens Sweet Little Lies hebt ingetikt op YouTube. Dan krijg jij Todd Howard. A.k.a.? De man van Bethesda Game Studios. Een kleine man. Een hele kleine man. Kleiner dan mij. Ik kon er zeg maar gewoon... Ja, gelijke hoogte wel. Ik ben nog wat langer. Het is dat hij zo'n hele koep haar heeft. Ja. Maar Todd Howard. Ja. Heel hard. Ja. Heel hard. Maar was, ja, dat ga je nu misschien afvragen. Ben je echt zo'n paparazzi lul geweest? Nee, die dan gelukkig hem achter de wc aanloopt? Natuurlijk nee, niet. Nee, gelukkig niet. Maar wat ik wel heb gedaan is... Ik weet, hij komt van de Xbox Bethesda. Boef, komt hij af. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb mij strategisch geplaatst. Die weer zijn strategie, ja. Ja, nee, dit was wederom inderdaad strategisch. Tussen, want dat was de missing piece in jouw collectie. Jongens, ik heb nu genoeg gehoord over... Hij is geen lul, een missing piece. Ik weet dat we nu op een toilet zijn geweest, ja. Nee, nee, ik bedoel, zeg maar de collectie van de foto's. Ik maak een grapje, dat was een woordgrapje. Oh, oké, ja, sorry, ik vatte hem even niet. Nee, dus tussen de Xbox booth en die desbetreffende wc-locatie... heb ik mij gestationeerd... Deed ik alsof ik heel onopvallend daar gewoon met mijn telefoon... wetende dat Todd deze kant op zou komen. En inderdaad, hij kwam die kant op. Werd al door mensen aangesproken. Dus nou goed, ja, hij weet natuurlijk ook wel dat hij een bekende guy is. En ik dacht, ja, dit wordt hem jongens. Dit wordt de pièce de résistance van mijn fotokunstwerk. Todd Howard komt erop. Dus ik spreek hem weer aan. Hey Todd. How you doing? Big fan of your work. Bla bla bla. En ik bied mijn hand aan. En misschien had hij zijn handen niet gewassen of zo. Was de courtesy. Ik vermoed van niet. Maar nee, het was geen hand. Hij deed zeg maar zo heel demonstratief. Keek hij echt zo heel expliciet naar zijn hand. Wat een vuist op dat moment was. Dus dat werd een box. Volkomen logisch. Ja, nou ja. Ik bedoel, na een pandemie, een manier komt ook uit Amerika. Dus... Nee, maar letterlijk alle anderen. Dus ja, nee, Jeff Keighley, Troy Baker, Ed Boon, Sam Lake. Ik denk, ik noem ze allemaal nog maar even op. Ja. Allemaal hand. Allemaal gewoon netjes een hand. En dat zijn dan Amerikanen, Europeanen. Mm-hmm. Dus, ik weet niet. Nee. Maar Todd had er ook overduidelijk geen zin in. Want je merkt dan meteen zeg maar aan de houding. Zo van, ja leuk man, ja leuk man. Ja, dat doe je. Dus ik heb niet om een foto kunnen vragen. Shit. Nee. Nou. Ja, en dan op Xbox ben ik... Maar kijk, niet Todd Howard, want die kan jij niet zien. Nee, kijk, klein mannetje. Ik ben hier helemaal dus niet mee bezig. Hè? Ik ben niet mee bezig met een foto. Ik weet nog wel de eerste keer dat wij ook Ed Boon spraken voor Mortal Kombat X. Jaren geleden hier op Gamescom. Toen was hij beschikbaar voor een interview. Dat wilde ik heel graag. Jij zat zo... Waarom ben jij zenuwachtig, Jim? Lijkt wel... Kijk, ik vond het tof om Zack Snyder op het podium te zien. Ja. Dat is lachen, maar ik ben hier niet van... Maar omdat ik hier niet mee bezig ben, ben ik zeg maar ook niet altijd met mijn omgeving bezig. Dus ik stond met mijn camera, stond ik zeg maar... In de Xbox booth. En ik wilde naar buiten lopen. En op dat moment kwam uit deurtje 6, aan het begin van de ingang van de Xbox booth, een hele bekende Microsoft-man kwam naar buiten gelopen. Dus we botsten bijna tegen elkaar aan, stonden nog een beetje te dansen. En ik heb wel gedanst met Phil Spencer. Phil Spencer, de head of Xbox. Ja, maar je weet het, zeg maar. Ik ben hier echt niet mee bezig. Ik vond het heel wat dat ik hem herkende. Zeiden jullie wat tegen elkaar? Weet je wat het was? Het was op dat moment, hij ging een presentatie hij geven. En er waren andere journalisten, stonden er. Ik had wel zoiets van, ga ik nu mee naar binnen op dit moment? Ga ik nu ook deze presentatie erbij zitten? Want we hebben nu toch al een momentje gehad. Ja. Maar uit beleefdheid... Een momentje met Phil Spencer. Precies, ja, maar uit beleefdheid... Phil Spender. Nee, het is goed zo. Ik weet dat Jim hier jaloers op zal zijn. En daar halen ja, ik had hem wel even... Plezier uit. Shit. Ja. Ja, Jim, dat was Gamescom. Voor ons, ja. Ik ga er eigenlijk vanuit dat ik hier nog een aflevering over ga maken. Want er zijn nog meer games die we gespeeld hebben. Waar we op dit moment niet de tijd voor hebben om het erover te hebben in deze podcast. Dus ik zou zeggen, heb je een vraag voor de show? Mail podcast@gaminggeeks.nl. Volg deze podcast via alle audio, grote podcastplatforms. En YouTube natuurlijk is er ook. youtube.com/gaminggeeks.nl. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. Vincent, bedankt.
Ja, Jim. Ik vond het echt onwijs leuk. Ja, Rocky bedankt. Rocky is nu van zijn stoel. Ik weet niet wat. Misschien moest hij nog naar de wc of zo. Ja, dit was onze, ik denk, eerste aflevering wat betreft Gamescom voor 2023. De 228e aflevering van de Gaming Geeks podcast. Hartstikke bedankt voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.